Dag allemaal, dag mensen in de studio hier in Amsterdam, dag mensen waar jullie ook zijn, de huiskamers op scholen die meekijken. Welkom bij de talkshow Urban Onderwijs, waarin we vandaag met elkaar gaan onderzoeken hoe we de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs kunnen tegengaan. Want gelijke kansen is in deze tijd urgenter dan ooit. De wereld om ons heen verandert in duizelingwekkende vaart en hoe bereiden wij hierin jongeren voor op hun toekomst? Hoe kun je als docent in de klas het verschil maken? Hoe vergroten we de kansen voor alle leerlingen?
Of gaat het niet zozeer om het verkleinen van de kansenongelijkheid, maar om het vergroten van de kansengelijkheid? In deze serie talkshows praat ik hierover met deze thema's, met wisselende gasten, docenten, onderzoekers, politici en beleidsmakers. Steeds in een andere stad, dus binnenkort ook misschien bij u en op een andere school. En vandaag ben ik op het Alaska in Amsterdam, een middelbare school, echt een prachtig gebouw. En we worden goed bijgelicht. Het is een bijzondere aflevering vandaag, want het is ook de première van een hele bijzondere documentaire die we net hebben gezien, Een Wereld van Verschil. Een aantal van de hoofdrolspelers in de documentaire zitten hier aan tafel. De documentairemaker Julia von Grevenitz van Studio Noodzaak heeft een jaar lang 4 docenten in Rotterdam en Amsterdam op de voet gevolgd. In de documentaire zien we hoe zij de docenten hun leerlingen op alle mogelijke manieren begeleiden, sturen, steunen en ook een beetje opvoeden. Denk ik toch wel, ja. We hebben hier net in de zaal deze film met elkaar zitten kijken. Er werd veel geknikt. Het was een hele mooie sfeer. En u kunt thuis de documentaire ook zien door op de site urbanonderwijs.nl u aan te melden. De film zal op de dagen van de talkshows worden uitgezonden. En mocht u vandaag dus niet kunnen kijken of niet gezien hebben, dan kan het ook nog de volgende week. En met 3 van de 4 hoofdrolspelers ga ik deze talkshow beginnen. We gaan met elkaar in gesprek. Aan mijn linkerkant Lucienne Kandel van het Huygens College. In Amsterdam. Bij de Overtoom tegen het centrum aan Leidseplein. Zeker. Aan met Dick Bas van het Alberda College. Jij bent docent burgerschap, ja, aan het Alberda MBO. De Rozenstraat, Rotterdam-Zuid, ja, dat grote gebouw. Prachtig gebouw. En je was in 2018 zat je in de finale van docent van het jaar. Ja. Ja, ja. En dan hier Cecilia Adriaanse, zeg ik dat goed? Helemaal goed. Jij bent de verzuimcoördinator bij het Alberda. En ik heb je net gezien en ik zag jou toen Lucienne in gesprek was in de documentaire met een van haar leerlingen. Die werd gepest, zag jou instemmend knikken. Ja, vond ik naar. Ik vond het mooi hoe jij erop hebt gereageerd. Ik vond het heel naar om te zien, want we hebben het er net even over gehad. Ja. En het is best wel heftig waarom hij werd gepest, omdat hij homoseksueel is. En hij is daar zelfs daardoor in elkaar geslagen 2 keer. En hij vertelde ook in die docu van, nou ja, het gaat wel wat beter met mijn neus. Ja. En toen dacht ik, jeetje, het raakte mij echt, ja, natuurlijk. Omdat, ja, vind ik het allerergste als je gepest wordt. Kijk je dan ook hoe Lucienne het aanpakt? Absoluut. Mega enthousiast over. Maar sowieso, want ik ben een fan van Lucienne. Ik ook. Ja. Maar ja, waarom? Maar ja, zij is gewoon een eindbaas in, joh. Ik ben lang van stof, maar ik vind het zo geweldig hoe jij met die gasten omgaat. Ik vind het gewoon mooi om te zien. En wat ik het mooiste vond wat je hebt gedaan is, je was met die jongen in gesprek. En daarna ging je volgens mij met de schoolmaatschappelijk werkster in gesprek. Ja. En toen gaf je aan van, ja, ik moet echt even met hem in gesprek gaan. En toen zei ze, nou, ik zal kijken of ik hem kan bellen. En toen dacht ik, wat? Ja. En toen dacht jij dat volgens mij ook. En toen zei je van, nee, we gaan niet even kijken hoor, of je kan bellen. Je moet gewoon even tijd voor hem maken. Ja. En dat vond ik heel mooi, hoe je dat hebt aangepakt. Ik zie gewoon hoe je begaan je bent met die gasten. Dus ja, heel veel lof ervoor. Nou, ja, even niks zeggen, Lucienne, gewoon laten komen. Ja. Ahmed, wat vond jij, hoe keek jij? Want je was ook heel betrokken bij Ja, herkenbaar wat Cecile eigenlijk zegt. Dat je toch bij die schoolmaatschappelijk werker toch eigenlijk blijft doordrammen van, nee, je moet nu tijd maken voor die student. En zijn veiligheid staat op het spel in die zin. Dus, helemaal compliment. Ja. We gaan naar een ander moment kijken, een ander fragment waarin Lucienne ook weer iets probeert van de grond te tillen met haar leerlingen. En dan gaan we even naar kijken. Oké. Okay. Ja, neem een sleutel mee. Ik kom echt wel langs nog. Oké, jongens, het is een kippenhok. En ik wil ook nog het klassenuitje spreken. Je krijgt een mal te pakken aan, je krijgt les, je krijgt instructie. En daarna ga je 2 keer 10 minuten op de motor. En dan is dat best nog intensief. Alleen de jongens, nee. Ik wil voor de meiden en de jongens dus dit uitje. Die zegt, lijkt mij een leuk vet uitje om te doen. Je krijgt anders een pak aan. Ja, ik ga zeker. Jongens, luister gewoon naar jezelf. De conclusie is, volgens mij, dat ik bij iedereen wel een vinger zie. De kosten zijn €15 pp. Wie zegt, leuk plan. Ik ga mee. Niemand? Echt niet, serieus? Voor €15 pp? Armoede. Geen geld. Als je nou praat over misstanden in de maatschappij of dingen die verkeerd, dat kom je veel meer, dat kom je wel vaker tegen. Ik ga ze mijn boekjes afmaken.
Maar wat was gisteren? De crash is op de dinsdag vol. En mijn vriend let normaal op de dinsdag, maar hij was ziek. Dus moest ik opletten. Jij realiseert je dat je de kans loopt dat je leerplicht op de dak krijgt? Ik moest vandaag naar de leerplicht. Maar die mevrouw had, zo'n blanke mevrouw. Maar ze was gekomen naar de klas. En ze zei dat ze had gesproken met mevrouw, dat ik niet hoefde te gaan. Ik heb me echt wat harder eraan gewerkt. En helaas pindakaas, maar met de 4 voor wiskunde ben je gezakt. Dus jij laat mij volgende week een examen zien wat je gemaakt hebt? Ja. Ja, er gebeuren eigenlijk twee dingen hier in deze twee fragmenten. Eentje van jou en eentje met Hans Wesseling van de middelbare school in Amsterdam Zuidoost. Hans Wesseling kon hier vandaag niet bij zijn omdat hij herstellende is van zijn operatie. Maar ik kan u mededelen voor de mensen die meekijken. Hij maakt het goed en hij wil eigenlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Dus we kunnen hier echt gewoon, we zetten hem heel veel kracht toe, maar het gaat de goede kant op. Ik ga naar jou, Cecilia. Er gebeuren eigenlijk twee dingen. Mm-hmm. Je hebt leerlingen die moeten hun diploma halen. Ja. Want dat diploma bereidt ze voor op de samenleving. En tegelijkertijd zitten ze al in die samenleving en hebben te maken met armoede, met de schuldenproblematiek. Jij zegt in de documentaire, jij gaat naar een van die leerlingen en je zegt, je moet even iets anders gaan doen met het afbetalen. Je moet het gaan spreiden, want het gaat nu. Maar je bemoeit je eigenlijk op het moment met het leven van mensen. Ja. Waar haal je de brutaliteit vandaan? Het gore lef vandaan. Ja. Nee, ja. Waarom ik dat doe, is omdat, kijk, vanuit mijn functie kan ik dat doen. Ik ben verzuimcoördinator, ook jongerencoach. maar ik ga je vertellen waarom ik dat doe. Een school is eigenlijk een mini-samenleving. Weet je, we hebben de samenleving buiten, maar school reflecteert wat we buiten zien. Ja. Snap je? Een school staat verbonden aan een wijk. Ik denk dat het bij jullie ook het geval is. Onze school die staat midden in Rotterdam-Zuid. Gelinkt aan de Afrikanenwijk, aan Feyenoord. Ja. En ik ben iemand, ik wil investeren in de pedagogische civil society, zo noem je dat heel mooi. Ja. Ik vind het gewoon belangrijk om te investeren in de samenleving. En de samenleving waar die gasten in leven. Ja. En je kan wel zeggen van school is school, thuis is thuis. Het is ook zo, weet je. We hebben die pedagogische driehoek. Ja. Is allemaal waar, maar los van dat, ze nemen hun shit wel mee naar school toe. Kan iedereen die persoonlijke aanpak aan? Nee. Maar het hangt er ook vanaf hoe je hem brengt misschien. Ja. Hè? Als ik hem breng, kun je het wel. Oké. Ahmed, jij schudt van nee. Nee, dat klopt. Ik denk niet dat iedereen die persoonlijke aanpak aan kan. Vaak is het ook, het begint bij de band, de relatie die je hebt met je student. Dan pas kan je van dit soort. Kijk, ze pikken heel veel van Cecile. Ja. En ik heb dat ook, maar dat is omdat ik een band heb met een student. Ja. En zonder een band moet je soms niet eens wagen om dit soort dingen te doen. Er gebeuren ook weer twee dingen bij jou, wat ik heel interessant vond. Aan de ene kant, burgerschap. Je leert ze hoe die Nederlandse samenleving in elkaar zit. Ja. En dan komt er een jonge dame binnen en die weet niet wie Mark Rutte is. Ja. We zijn inmiddels met COVID, we zijn nu inmiddels een jaar verder. Deze documentaire is door Julia gemaakt toen COVID nog niet aan de orde was. Ja. Weten ze inmiddels wel wie Mark Rutte is? Ja, dat denk ik wel. De man verschijnt om de 2 weken om 7 uur dinsdag. Dus al vertel ik het niet, ik denk dat het onbewust nu wel weet. Hoe bouw jij aan die veilige relatie? Nou ja, wat ik in de klas doe, dat begint bij mij op de eerste dag na de zomervakantie. Begint het al met hoe gaan wij met elkaar om hier in de klas. En dat is, ik probeer te investeren in mijn studenten en te kijken, wat speelt er bij ze? Wat voor cultuur nemen ze mee? En dat is niet zozeer Turks, Marokkaans, Kaapverdiaans, maar ook welke seksuele voorkeur hebben ze, welke muzieksmaak hebben ze. En dat betekent niet dat je dan je Spotify moet gaan aanpassen, maar wel bewust zijn van het feit wat er speelt. En dan ken je een student. Hoe kom je erachter? Want ga je dan met ze praten over muziek? Heb je dan ook? Waarom? Ik praat met alles over met mijn studenten. Ga ik gewoon over alle onderwerpen het gesprek aan. Ja. Maar dat begint bij die veilige leerklimaat die je op dag 1 moet neerzetten. Ja. En dat is ook wat ik in dat filmpje heb. In de documentaire komt een stukje voor dat elke seconde telt. Ja. En als je bij ons op de Roosstraat binnenloopt, knop omschakelen. Ja, echt waar, ja? Ja, en dat is gewoon op dat moment, vanaf hoe je start, zo eindig je ook. Daar geloof ik heilig in. En het is voor mij eerst bouwen op die,
op die relatie, dan kan heel veel. Ja. Hoe lang heb je nodig, even voor mij, voor mijn gevoel, hoe lang heb je nodig voordat je in tijd, voordat je die voordat je kan gaan bouwen aan die is dat een half jaar, drie maanden? Ja, dat is niet eenduidig aan te gaan. Heel betrekkelijk, ja. Even iets over kansongelijkheid en drempels wegnemen. Want we zijn hier om te praten over de drempels die jullie in het onderwijs weg willen nemen om die kansongelijkheid kleiner te maken of de kansengelijkheid te vergroten. Ja. Wat is nou, we hebben ook wat beleidsmakers in de zaal. Mensen kijken, ik zeg altijd thuis mee. Wat is nou een drempel die jij nu zou willen wegnemen? Wat vind jij nu een grote drempel in het onderwijs? Of je zegt, daar moeten we nu heel veel energie in stoppen. Nou, ik vind sowieso dat leerlingen, dat er stigmatisering en beeldvorming is over het VMBO. Hmm. Ja, dus dat stapelen waar mijn collega het overheen heeft gehad in de documentaire, dat herken ik natuurlijk. Ja. En ook wat jij vertelde, ik had het idee dat ik dom was. En nou ja, wat ik al zei, ik kreeg een CITO met een huishoudschool, hè, waar ik als mezelf ook niet in herkende. Ik vind dat stigma moet gewoon weg. En dat er heel veel talent is. Ja. Juist binnen de gezinnen waar die beneden die armoedegrens of rond die armoedegrens wonen en leven. En dat die kinderen elke dag toch weer de motivatie hebben om tegen dat stigma toch te blijven vechten en toch te willen laten zien wat ze kunnen. En ik denk als je talenten laat schijnen en dat je dat platform geeft binnen je onderwijs of binnen projecten of binnen buurtprojecten. Goede doelendagen bij ons op school, daar zijn kinderen heel erg van. Ja. Om juist de mensen die minder hebben of minder kansen hebben of perspectief hebben om die te steunen. Ik denk dat er bij ons zoveel talent is die zou weten hoe je dat moet aanpakken. Juist ook deze jonge mensen. Ja. Want zij zijn ervaringsdeskundigen op dat gebied. En hebben jullie het gevoel dat jullie genoeg ruimte krijgen om dat ook te doen? Want dit is niet meteen kwantificeerbaar. Het is niet iets waar de inspectie iets mee kan, lijkt me. Ja, maar de inspectie moet ook focussen op het proces soms. Ja. Inspectie, als jullie kijken. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, mijn functie is nog niet, die staat niet echt vast. Ja. Weet je, we zijn gewoon iets aangegaan. Ik ben toen ooit gebeld en toen met de vraag van Cecile, mijn oude teamleider, die is nu echt ergens onderwijsleider en is op zoek naar een pitbull. Ja. Die ook met wie de studenten ook door het vuur gaan. Ja. En toen dacht ik aan jou, zeg nou oké, let's go. Ja. En vervolgens 2 dagen later had ik die functie, maar niks staat vast. Ja. Maar ik krijg wel heel veel ruimte om het ding te kunnen doen. Ik werk nu intussen voor 2 verschillende colleges om echt gewoon als die jongerencoach, passend van wat bij die opleidingen past, mijn ding te kunnen doen. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je de ruimte krijgt. En ik denk dat wij ook wel 3 mensen zijn die onze ruimte gewoon nemen. Ja. Maar jij zei in het filmpje van, er is geen functioneringsgesprek. Ik wacht al jaren op een functioneringsgesprek, maar er wordt niet naar mij geluisterd. Ja, nou ja, wat ik opvallend vind is dat ik ben toch wel iemand een beetje rebels binnen die organisatie. Hmm. En ik ben wel een strijder. Okay. En ik stel vragen. En ik kan ook kritisch naar mezelf kijken. Maar ik kan ook kritiek ontvangen, maar kan het ook, denk ik, efficiënt geven. Alleen je zit wel met een hiërarchie. Ja. En ik heb wel geleerd, je hebt een idealistische samenleving en een realistische. Mm. En daarbinnen moet ik steeds mijn doelen bijstellen. Mm. Maar ik sta wel bekend binnen de organisatie als een vrouw met een mening. En als ik zie dat niet lukt, dat ik zeg van nou, die functioneringsgesprekken die zijn al heel lang niet geweest. En dat was een studiemiddag met collega's. Dan breng ik op dat moment breng ik hem in. Ja. En de dame naast mij, dat was de interim directrice. En dan denk ik, bam, ik heb het wel gezegd. En wat zij er dan mee doen, hoop ik dat daar dan iets uit voortvloeit. Okay. Maar ik denk de momenten dat ik het kan benoemen, die benoem ik. Ik heb geen zin om in de wandelgangen iets te roepen en dat het verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het bij iemand terechtkomt en zegt, nou, die had weer zoveel kritiek. Mm. Ik denk dat je daar als professional, dat moet je op dat moment ook gebruiken. Ja. Maar het is ook soms even als toevoeging daarop dat een onderwijsinstelling of die ruimte biedt. Gelukkig, ik denk dat ik ook naar mezelf spreek, wij krijgen ook heel veel ruimte, ook binnen Albeda, zeg maar. Er is heel veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Maar goed, wat jij ook zegt, soms moet je tegen schenen aantrappen en iedere dag van die micro-revoluties uitvoeren. En je kans grijpen. De strijd wordt gewonnen millimeter voor millimeter. Ja, elke dag weer. Ik zou nog
veel langer kunnen doorpraten. Maar we moeten weer door naar de volgende, ja, naar de volgende gast en, ja, gasten. Ik wil jullie heel erg bedanken. En jullie zijn nu vereeuwigd voor altijd. Ja. Er is een documentaire gemaakt. Ja. En ik denk dat nog heel veel mensen daar inspiratie aan zullen ontlenen. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, collega's, ik vond het echt heel erg fijn om jullie te kijken. Ik ben nog gemotiveerder dan wat ik hier binnenkwam. Oké. Insgelijks. Dankjewel. Yes. Dank jullie wel. Ja. Ja, jullie kunnen rustig opstaan. Jullie kunnen rustig, okay, opstaan. Changement. En ik ga meteen door, want we hebben de minister van Onderwijs, minister Slob. Die kon er in verband met corona vandaag helaas niet bij zijn. Ik denk dat hij vanuit huis werkt in Zwolle. Misschien kijkt u mee, minister, als u meekijkt. Laat horen wat u ervan vindt. En hij heeft al laten horen wat hij ervan, wat in ieder geval van de documentaire vindt. Want hij heeft de videoboodschap ingesproken. Speciaal voor alle docenten in het land. En daar gaan we nu naar kijken. Helaas kan ik vanwege corona niet fysiek bij de première en bij de talkshow aanwezig zijn. Dat spijt me zeer. Ik vind het ontzettend belangrijk dat er aandacht is voor docenten. Docenten vervullen zo'n ongelooflijk belangrijke rol. Ze hebben het voorrecht om een aantal jaren mee te mogen lopen in het leven van jonge mensen die op weg zijn naar volwassenheid. En hen ook mede te vormen. En het werk wat zij doen is zelfs jaren later soms nog heel erg tastbaar en herkenbaar ook voor leerlingen die daar nog herinnering aan hebben en ook weten hoe belangrijk docenten voor ze zijn geweest. Besef heel erg goed dat het werk van docenten er niet makkelijker op geworden is. Onder andere ook vanwege het feit dat klassen en samenstelling van klassen complexer zijn geworden en meer diversiteit is. Dat is een uitdaging, maar ook een opgave. En daarom is het belangrijk dat we elkaar daarbij helpen. Dat we goede voorbeelden met elkaar delen. Dat we zorgen op allerlei manieren dat we elkaar tot een hand en een voet zijn bij het mooie vak wat uitgeoefend wordt. Ik wens iedereen daar heel veel plezier bij. Ook heel veel wijsheid om die mooie plek die je inneemt in de scholen, om die op een goede manier in te vullen. En ook je collega's daarin tot hulp te zijn. Hartelijke groet, Arie Slob. Dat waren de stichtelijke woorden van Arie Slob. En namens de minister kunnen we zeggen, vanuit OCMW zit aan tafel Afke van Rijn, directeur media en creatieve industrie bij het OCMW. Dat is een hele andere tak van sport. Klopt. Heeft niet zoveel met onderwijs te maken, maar u komt van sociale zaken. Dat was uw vorige baan en toen had u in uw portefeuille ook gelijke kansen. En daar bent u bij betrokken bij gebleven. Dus bij OCMW heeft u de portefeuille gelijke kansen heeft u zeg maar ingepikt. Vanuit uw persoonlijke betrokkenheid. Precies. Waar komt die persoonlijke betrokkenheid vandaan? Nou ja, ik ben inderdaad wat dan heet coördinerend directeur gelijke kansen. Ja. Gelijke kansen in het onderwijs. Ja, het gaat heel veel om doen, hè. En niet zozeer om er lang over te praten. En dat vind ik het mooie bij gelijke kansen. Dat is ook het mooie met integratie. Integratie is ook zo'n onderwerp, daar kan je heel lang over praten. Ja. Maar dan gebeurt er niks. Ja. En dat is... We zijn er ook bezig geweest juist om te kijken van hoe kunnen we het onderwijs nou veranderen. Want het onderwijs is een enorme belangrijke schakel. En toen ik bij het ministerie van Onderwijs ging werken, had ik zoiets van ja, ik wil echt heel graag een goede bijdrage leveren om juist dit soort dingen, om veel meer mogelijk te maken. Om een beetje weg te gaan van de rapporten en de commissies weg en het praten. Weg te gaan van stelsels, en wat meer, zal ik het zeggen, om die vrijheid van de docent, zijn autonomie, goed te doen. Ja, om te zorgen dat wat men wil ook gaat gebeuren. En daarom vind ik het heel erg mooi dat je met zo'n gelijke alliantie, gelijke kansen alliantie, en met scholen en gemeentes ook echt aan de slag gaat. Okay. Dat ze zelf aan de slag gaan en slag kunnen gaan. Oké. Okay. Nou, we zouden gaan tutoyeren. Ja. Maar goed, u bent nu namens het ministerie, OCMW, maar je bent op de juiste plek, want de docenten kijken mee. Er zijn hier docenten in de zaal. Je hebt de documentaire gezien. Wat voor indruk heeft de documentaire op je gemaakt? Ja, het is echt een hele mooie documentaire. Je ziet gewoon echt mensen. Je ziet het belang ook weer van mensenwerk. Als je kijkt naar de docenten en ook de band die ze aangaan met hun leerlingen. Ja. En wat ze dan ook voor elkaar krijgen. Ja. Inspiratie gekregen voor de Gelijke Kansen Alliantie? Jazeker, zeker. Ja. Nou ja, het is ook voor een stuk weer echt laten zien hoeveel mensenwerk het is en ook hoe belangrijk het is. Ja. Ook hoe belangrijk het is, want
de opmerking die net ook even aan de orde kwam over zo'n functioneringsgesprek, denk ik van ja, het feit dat ook schoolleiders een goede rol vervullen, is ook zo belangrijk. Ja. 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 En ik vind het ook heel mooi om net te horen hoeveel ruimte de mensen wel krijgen. Want ja. Ik denk dat dat ook belangrijk is. En mogen ze van u ook nemen? Volgens mij is ruimte nodig. Ja. Geldt voor iedereen, toch? Ja. Was er juist ook voor docenten. Ik heb in de documentaire, ook in het boek waar we het zo over zullen hebben. Ook mij persoonlijk waren een aantal, niet alle docenten waren belangrijk, maar er waren een aantal docenten heel belangrijk. Heeft u ook zo'n docent gehad? Nou, mijn vader was docent. Oh. Docent wiskunde. Oh ja? Ja, dus in dat opzicht heb je het wel altijd heel dicht bij huis. Bent u thuis ook, ja, dat heeft u dus meegemaakt, hoe het was voor uw vader om docent te zijn? Ja, ja, ja. Ja, ook, met alle ups en alle downs natuurlijk. Toen dacht u, ik wil alles worden behalve docent. Nee hoor, nou, ik heb er eerlijk gezegd inderdaad nooit echt over nagedacht. Misschien dat ik het nog best wel eens leuks zou vinden, zou me nog best wel eens kunnen. Oké. Okay. Maar ik ben wat anders gaan studeren. Dus inderdaad docent niet geworden. Maar ik zag bij mijn vader ook van de persoon die een directeur was in zo'n school was superbelangrijk, ook voor wat hij allemaal kon. De band die je bouwt met studenten was echt typisch iets wat hij ook altijd deed. Dus dat zijn mooie dingen. Ja. Ja. In de gesprekken met de docenten vallen 3 dingen op. En die wil ik even met u doornemen. Ja. Namelijk, veel docenten, maar ook onderzoekers zeggen, niet te snel leerlingen in een hokje stoppen. Niet te vroeg differentiëren. Want we bepalen al op hele jonge leeftijd van die kinderen welke kansen op moeten gaan. Hoe staat u daarin vanuit de Gelijke Kansenalliantie? Nou ja, mensen in hokjes stoppen is natuurlijk altijd, kan je altijd vragen bij zetten, denk ik. In welk hokje dan ook. Dus eens dat het goed is om mensen niet in een hokje te stoppen, maar nou ja, wat ik daar straks al zei, het is allemaal mensenwerk. Ja, maar je, bijvoorbeeld veel jongeren die moeten op een 12e al kiezen voor MAVO, HAVO. Ik weet nog toen ik op de basisschool was, toen zei mijn leraar tegen mij, ik had in mijn hoofd VWO. En toen zei hij, ja, op dat kader wordt MAVO, HAVO. En toen ging ik... Waarom is eigenlijk de Gelijke Kansenalliantie begonnen? Vanuit welk idee? Ja, vanuit het idee van, het gaat uiteindelijk om die driehoek, hè? School, ouders, wijk. Ja. It takes a village to raise a child, om het mooi te zeggen. Dat is eigenlijk ook het startpunt geweest van de Gelijke Kansenalliantie. Ja. En het werken met gemeentes is daarbij echt een enorme belangrijke basis geweest. De gemeentes die weer een goede relatie hebben met scholen, lagere scholen en middelbare scholen en zo. Ja. Met de gemeentes die ook echt willen. Ja. En de scholen die ook echt willen, want dat is denk ik ook een kracht, hè? Dat je niet alleen maar aan het trekken bent, want dan blijf je snel weer in zo'n plaatscircuit, maar dat je juist gaat met mensen die willen. Ja, ik hoor ook vaak dat middelbare scholen krijgen natuurlijk alle kinderen, worden al voorgesorteerd op de basisscholen. Mm-hmm. En de overgang van basisschool naar middelbare school, daar willen die leerlingen wel eens van de rails afgaan. Ja. Nou ja, het is een van de vele onderwerpen. Hè. Als je kijkt in het onderwijs, spelen natuurlijk heel veel achterstanden, schoolovergangen. Het zijn allemaal van die vraagstukken die heel breed spelen. Ja. En als je kijkt naar de verschillende agenda's zijn die er zijn bij de Gelijke Kansenalliantie. Ja. Ik noem hem al bijna de gemeentelijke kansenalliantie. Maar de Gelijke Kansenalliantie. Ja. Dan zie je dat ook verschillende gemeentes en scholen juist op dit vlak projecten doen. En bij die alliantie probeer je ook mooie projecten te doen. En dan hoop je en verwacht je, dus door er ook goed stuk onderzoek naast te doen, dat het ook projecten zijn die niet alleen op die ene school of die ene plek worden uitgevoerd, maar dat anderen er weer van kunnen leren. Dat je niet allemaal weer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Ja. Wat zijn voor OCW de grootste drempels van dit moment als het gaat om kansenongelijkheid? Nee, je noemde net al een aantal grote vraagstukken en dat blijven natuurlijk ook wel vraagstukken. Je ziet, er zijn thema's die spelen echt dwars overal doorheen. He, iets als armoede, gezondheid, taal, ouderbetrokkenheid. En hoe kan je er nou voor zorgen dat je echt op dat soort vlakken goede stappen zet? Ja. En dat is ook vaak een kwestie niet alleen van het onderwijsveld. Hè? Er zitten ook weer andere velden omheen. Ja. Kijk naar sociale zaken of kijk naar VWS of de gezondheidskant. Dus hoe kan je gewoon zo samen bouwen, zodat inderdaad elk kind die gelijke kansen krijgt? En hoe wilt u daarin de rol van de docent versterken? Nou, dus docent is natuurlijk de kern, hè? En dus vanuit de Gelijke Kansenalliantie is onder meer de Community Urban Education opgezet. En dat is echt een community waar docenten
instappen, waar docenten een professionaliseringstraject kunnen doen, waar ook docenten elkaar kunnen helpen. En op die manier probeer je ook daar te bouwen. En wat hoor je dan van die docenten? Waar lopen ze tegenaan? Ja, verbinding krijgen met leerlingen is niet voor elke docent bijvoorbeeld even makkelijk. Ja. Die taal spreken. Ja. Of de steun krijgen van je collega's. Ja. Als u nou, van de week is er in het Emmaus College Rotterdam is er een docent heeft moeten onderduiken. Het sloeg mij op het hart. Precies. Ik denk bij jou ook. En een quote uit NRC, dat was, die docent die had die post al 5 jaar hangen. Ja. Van Joep Bertrams uit de Parool, prachtige spotprint. Ja. En ineens waren er een paar meisjes die zeiden, dat is een afbeelding van de profeet. Ja. En toen probeerde hij dat uit te leggen, maar die meisjes begrepen het gewoon niet. Die waren blijkbaar te verward of te emotioneel. Ja. Wat zegt dat over onze samenleving? Ja, het is, je merkt op een heleboel plekken, het goede gesprek aangaan is moeilijk. Ja. Is voor heel veel mensen ook heel moeilijk. Ja. En daar kan je bijna niet genoeg steun in krijgen, denk ik. Steun. En hoe geeft u die steun vorm? Nou ja, hoe geef ik de steun vorm? Ja. Hoe geeft de Gelijke Kansen Alliantie de steun vorm? Nou, de Gelijke Kansen Alliantie, zo'n community helpt, denk ik. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk ook heel veel clubs die goede trainingen kunnen verzorgen, die ook echt helpen om, oefenen doet er wel toe, denk ik. Hè? Gewoon echt, wat volgens mij, komt er straks ook nog een gast die daar ook meer over kan vertellen. Ik denk dat dat superbelangrijk is. Ja. Want als je er ook tegenop ziet om zo'n gesprek aan te gaan, is het nog moeilijker. Ja. Ja. Ik vind het echt een uitdaging. Ja. Want ik sta soms wel eens voor schoolklassen. Ja. En je wilt contact maken. Ja. Je wilt met die leerlingen contact maken. Je wilt verhalen vertellen. En soms heb je gewoon een klas die daar helemaal geen zin in heeft. En dan hebben we gelukkig hele ervaren docenten die wel het klappen van de zweep kennen. Ik vond inderdaad in de documentaire hoe die docenten allemaal, echt, je zag ze gewoon met de leerlingen echt in gesprek komen. Ja, het zijn allemaal talenten. Echt hele mooie talenten. Ja, schitterend om te zien. We gaan het over middelen hebben. Ja. Welke middelen kunt u geven om dat onderwijs Gelijke Kansen Alliantie nog meer energie mee te geven? Ja, de Gelijke Kansen Alliantie is natuurlijk volop bezig, hè? Ja. Dus je hebt die communities, Urban Education is één van die. Dus we zijn aan het kijken naar welke thema's, wat zijn nou die doorsnijdende thema's waarbij het goed is mensen, dus docenten, scholen met elkaar in contact te brengen. Ja. Daarnaast doen we nu via die gemeentes, de gemeentelijke agenda's, kijk je welke trajecten zijn daar belangrijk om goed van de grond te krijgen. Op dit moment zijn er dus agenda's met 50 gemeentes afgesproken. Ja. Dat is natuurlijk een behoorlijk aantal. En we kijken ook echt van wat komt er nou uit qua resultaten en hoe kunnen we nou weer andere gemeentes, andere scholen, andere docenten leren van die resultaten. Hmm. Wanneer is uw missie geslaagd? Ja, eigenlijk als elk kind natuurlijk gelijke kansen heeft. Ja. Maar dat is wel een missie heel ver weg. Ja, maar het is volgens mij wel. En is gelijke kansen dan dat elk kind een diploma haalt? Of is gelijke kansen dat bijvoorbeeld die schooluitval naar nul gaat? Ja, gelijke kansen is dat je echt gelijke kansen hebt. Dus als je stopt bij de schooluitval of stopt bij het diploma, weet ik nog niet of je dan voldoende die gelijke kansen. Mm. Je geeft ze wel die goede basis mee. Ja. Ja. En dat is wat je wil. Ja. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat die kinderen willen soms wel, maar soms hebben de ouders niet de kennis en de inzichten om het kind te begeleiden. Ja. Ja. Ziet u dat ook? Ja, zeker. Ja. Zeker. Oh, dat is zeker ook een belangrijk onderdeel van die gelijke kansen. Ja. De een heeft veel, als je hoogopgeleide ouders hebt, heb je al zo'n andere start dan ouders zonder opleiding. Ja. Ja. En daarom ook weer die driehoek van belang. Hè? Dus de school, de ouders en de wijk, of de mensen om je heen, de omgeving. Nou, over die driehoek gesproken, er staan dus in dit boek staan dus heel veel mensen die in die driehoek zitten. Onderwijzers, bestuurders, onderzoekers. Mm-hmm. Die zijn heel gepassioneerd over het onderwijs dat ze geven. Hebben dus onderzoek naar gedaan en delen al hun ervaringen. En ik mag namens Studio Noodzaak en de twee schrijvers van dit boek, Julia von Grevenitz en Menno Visser, mag ik u het eerste exemplaar aanreiken. Urban onderwijs. Ja, ik geef het nu heel officieel. Precies. We moeten wel die anderhalve meter aanhouden, want anders dan gaat het. Maar dat doe ik nu, zo, alsjeblieft. Dank, ga ik van genieten. Ja, nog even voordat u weg gaat, wat neemt u mee, wat is het beeld, het verhaal wat u meeneemt van het documentaire?
Nou, vooral het enorm, ja, de passie van mensen, dus van de docenten en de binding die ze krijgen, dat is wel wat echt hele mooie beelden zijn geweest. Ja, en zijn. Ja. Ik wil u bedanken. Ja. Dank u wel, Afke van Rijn van OCMW, coördinerend directeur bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dank u wel. Dank u wel. En dit geweldige boek. Het is echt een page-turner waar ik veel inspiratie ook aan ontleen. Dat kunt u dus nu, u kunt het nu bestellen via de website van urbanonderwijs.nl, via de website van Studio Noodzaak. En ook bij onze grote. Ja, ik ben zelf auteur. Ik wil het liefst dat u gewoon naar de boekhandel gaat om uw boeken te kopen. Maar het kan dus ook bij die grote blauwe man met de B en een L. We gaan nu kijken naar een filmpje over kansenongelijkheid. Kijk, kansengelijkheid heeft vele vormen. Dus je kan niet één ding doen en de andere niet. Het is gewoon in je denken dat kinderen gelijk... De gelijkheid en dat je niet je eigen beeld over een kind laat de boventoon laat voeren. Dat is voor mijn kansengelijkheid. Maar iedereen heeft vooroordelen en daar moet je je wel van bewust zijn, ook docenten. De verwachtingen zijn dus bij kinderen met een migratieachtergrond onbewust, bij ons zijn die lager. En daar is er ook nog eens een verschil tussen jongens en meisjes. Dus wij hebben hogere verwachtingen van jongens dan van meisjes. Dus uiteindelijk doet dat wel iets met de toekomst van een kind. Dus kunnen dubbeltjes kwartjes worden? Ja, als jij hele, hele hoge verwachtingen hebt van die kinderen. Dat je het besef dat je een kleine achterstand hebt omdat je pas in Nederland woont, maakt van dat je een kleine onzekerheid blijft meedragen. Het kan gecompenseerd worden door een fijne klas, een veilig klimaat in de klas, activiteiten die je samen doet, docenten die onbevooroordeeld zijn of die open vragen stellen. Misschien niet volledig verrast zijn wanneer ze horen van dat je pas in Nederland woont. Ik bedoel, die verbaasde blikken van, hé, wat spreek je goed Nederlands? Ja, dat is ergens een compliment, maar tegelijkertijd benadrukt het alsmaar jarenlang van, ik ben eens naar Nederland gekomen. Dat, ja, op een gegeven moment na 5 jaar, 6 jaar denk je wel van, ja, dan heb ik het wel gehad, hoor. Ik bedoel, ik ben ook niet debiel. We zien gewoon in onderzoek dat als leraren hoge verwachtingen hebben van leerlingen, ze ook betere kansen geven aan die leerlingen om aan die verwachtingen te voldoen. En zodra je denkt, nou, dat zit er misschien niet in, want die komt uit een ingewikkelde thuissituatie. Ik bescherm die leerling juist door niet te hoog in te zetten. Ja, dan krijgt zo'n leerling eigenlijk ook niet de kans om daar dat te ontstijgen en te laten zien dat hij misschien meer in zijn mars heeft. Ik was de enige met een andere vriend, de allochtoon in de klas. Dus grof gezegd kregen wij gewoon die taalsteun. Grof gezegd, je voelt je gewoon kut. Want jij bent de enige uit de klas met een andere achtergrond en jij wordt daar gewoon gezet. Het kan wel met een goede bedoeling zijn, maar als je erbij nadenkt, ja, dan zit het wel in je kop, zeg maar. Ook al bedoelen ze het goed of willen ze helpen, het blijft gewoon zitten. Ik heb die discussies heel vaak, toevallig vanochtend nog met een collega gehad. Nee, de leerlingen krijgen voldoende kansen. Ja. Die moeten ze ook grijpen. Klopt. Maar heb je met een bepaald leerling het gesprek gevoeld waarom hij of zij het niet zo ervaart dat hij niet voldoende kansen krijgt? Heb je daar wel eens over gesproken? Ja, nee, ik vind dat wij voldoende doen. Dan ben je niet bezig met kritische democratische burgers. Of je bent gewoon, wij doen dit, dit is onze waarde, dit zijn onze normen, pas je maar aan en anders ben je gewoon niet geschikt om mee te doen. Ga maar eruit. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik moest ook 2 keer, 3 keer kloppen voordat ik voor de deur werd opengemaakt. Maar als iemand voor je deur staat, moet je hem altijd de kans geven. Als je met vooroordelen voor de groep staat, dan doe je automatisch aan waardeoverdracht. Heel veel ongenoegen over subtiele, maar of helemaal niet subtiele grappen. Dat iemand niet te laat komt en toevallig een donkere huidskleur heeft. Dat daar een grap over wordt gemaakt. Of een meisje die zegt, meneer, ik snap het niet. Nou, je bent ook een meisje. Tuurlijk snap je wiskundesommetje niet. Meisjes, kinderen van kleur zien zich niet terug in machtige posities bijvoorbeeld. Dus je hebt als je hebt in geschiedenislessen kunnen meisjes en kinderen met een migrantenachtergrond het gevoel hebben dat zij nooit belangrijk kunnen worden. Of dat zij nooit in een geschiedenisboek terecht zullen komen. En er is genoeg onderzoek gedaan, hè, naar wat uitsluiting doet met mensen überhaupt.
Het heeft gewoon letterlijk effect, biologisch, op ons brein. Je hebt als opvoeder heb jij de taak dat ieder kind zich terugziet. Want het blijkt gewoon uit onderzoek dat op het moment dat leerlingen zich niet terugzien in de les, in de stof, in de boeken, dat dat effect heeft op hun toekomstbeeld. Dat verlamt je. Op het moment dat je verlamd raakt, heb je dus niet de mogelijkheid om te leren. Dus voor mij is kansengelijkheid ook dat soort dingen weten, snappen wat uitsluiting en insluiting met mensen doet. Dat je je realiseert dat je dus als, wat je als docent dan allemaal wat je kan doen. Dus je kan kinderen vleugels geven en je kan kinderen lam slaan. En er wordt nu dus nog relatief vaak worden de kinderen die in de maatschappij sowieso al minder kansen hebben, worden die kinderen relatief vaker lam geslagen en krijgen die minder vleugels door hoe wij nu onderwijs vormgeven en organiseren. Een appeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Ondanks al onze pogingen in de samenleving om een egalitaire wereld voor elkaar te krijgen, is er gewoon nog heel veel kansongelijkheid. En de verhalen worden hier verteld. Er zijn meer dan 100 docenten geïnterviewd, ook studenten. En al die filmpjes kunt u terugzien op de website van urbanonderwijs.nl. 45 korte themafilmpjes die vanaf nu te zien zijn. En over die kansongelijkheid ga ik in gesprek met de wethouder onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman. Fijn dat je er bent. En met Marise Knook, directeur van de Open Scholengemeenschap in de Bijlmer. Scholengemeenschap in de Bijlmer. Nee, niet scholen, we hebben er maar één. Jullie hebben maar één. Ja. Maar jullie hebben jullie ateneum tot VMBO. Ja. Ja, dat vind je belangrijk, hè? Want, ja, je zegt ergens de VWO-leerling leert van de VMBO-leerling en de VMBO-leerling leert van de VWO-leerling. Ja. Dat klinkt heel mooi, maar hoe pakt dat uit op de schoolvloer? Als vanzelfsprekend. En volgens mij werd dat net in het gesprek met de docenten ook gezegd. We zijn een mini-samenleving in de school. En het is heel gek dat je in school een andere samenleving zou zijn dan buiten. Ja. Dus buiten kom je ook de VMBO-basisleerlingen tegen. Daar kom je ook de VWO-leerlingen tegen. Dus het is raar als je dat in een schoolgebouw niet hebt. Ja. En bij ons is het helemaal mooi dat we dat dan ook nog eens in de klas doen. En dat leerlingen van elkaar zien van een VMBO'er. Kan je leren, van een VWO'er kan je leren. En het leuke is, en dat is bijvangst die we nooit van tevoren hadden bedacht, maar de VWO'er die durft vragen te stellen die hij niet zou hebben gesteld als hij alleen maar VWO'ers om zich heen had gehad. Want je bent namelijk dom als je een vraag stelt met allerlei andere hele slimme jongeren. En omdat iedereen weet dat hij een talent heeft op wat voor vlak dan ook, mag je dus alles vragen. Dus er ontstaat een veel veiligere sfeer doordat je diversiteit in je klas hebt. Ja. Je zegt nu heel mooi, Marise, diversiteit is bij ons de norm. Zo zou het in de hele Amsterdamse samenleving moeten zijn. Maar helaas is dat helemaal niet het geval. Want Marjolein, je hebt het zelf gehad over elitescholen in Amsterdam. Elitescholen waar rijke, hoogopgeleide ouders hun kinderen naartoe sturen. De bakfietsmoeders. En waar ouders met een kleinere beurs, een afstand tot die samenleving, dat lukt ze niet. En die kloof wordt alleen maar groter. Wat is er aan de hand in Amsterdam? Ja, dat is, vind ik heel erg jammer, want we zijn een hyperdiverse stad. Dat vind ik een enorme rijkdom. Juist het leren van elkaar vergroot je wereld. En dan is het wel belangrijk dat je elkaar ook ontmoet. Dat je ook echt van elkaar kan leren. En dat begint in de school. Want waar moet je het anders leren? Als je dat in de school al niet leert. Als je ook in de school, we hebben een hele diverse stad. Maar we zien dat onze scholen vaak niet representeren wat we in de stad zien. Welke boodschap geven we dan aan onze kinderen mee eigenlijk? Ja. Deze school is voor jou en die school is voor jou. En dat vind ik heel erg jammer. En dat heeft ook heel erg te maken met ons onderwijssysteem. Er werd net ook aan tafel gezegd, dat onderwijssysteem dat is er nou eenmaal.
Ja, toen wij als mensen hier op aarde kwamen, stond er niet al een onderwijssysteem. Hè? Dat hebben we zelf gecreëerd. Dus dan denk ik ook, ja, als we het zelf hebben gecreëerd, kunnen we het ook zelf weer veranderen. Ja. En ik vind ook echt dat we daar met elkaar over na moeten denken. De Gelijke Kansenalliantie geeft jullie ook ruimte om daar iets aan te veranderen. Dat is ook heel fijn dat steun dat is er. Nee, maar dat ik kom even op voor OCW. Ik bedoelde het niet als kritiek. Nee. Ik bedoelde het juist over dat het zo goed is dat we daar inderdaad in de Gelijke Kansenalliantie met elkaar over nadenken. Ja. Dat we ook durven om te kijken, waar kan het ook anders? Ja. Moeten we accepteren zoals het nou eenmaal is? Nou, we zien dat dat de verkeerde kant op loopt. Hè, want de gelijke kansen nemen af. Ja. Dat hebben we gezien in rapporten van de onderwijsinspectie, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Kan je even vertellen wat er concreet aan de hand is dan in Amsterdam, wat, met die groeiende kloof tussen elite scholen en andere scholen? Wat zie je gebeuren? Veel. Dus ik kan hier heel lang over praten, maar ik probeer het even heel kort. Het begint al heel vroeg. Als je een achterstand hebt op 4-jarige leeftijd, dan blijkt dat je dat nooit meer inhaalt. Ja. Dus je moet investeren aan de voorkant. Gratis voorschool proberen we ook echt aan te bieden. Ja. We selecteren ontzettend vroeg. Op 11-jarige leeftijd zetten we kinderen in allerlei vakjes. Jij bent VMBO, jij bent HAVO, jij bent VWO. En het vervelende is ook nog dat we steeds meer zien dat die scholen ook apart zijn. Ja. Dus OSB is een mooie brede school, van VMBO basis tot en met VWO. Maar we zien ook heel veel scholen die alleen nog maar VWO aanbieden. Ja. Of alleen nog maar HAVO. Dus dan kom je elkaar ook niet meer tegen. En dan blijf je in je vakje zitten als je advies niet klopt. Ja. Heel veel adviezen kloppen niet. Je had het net over je eigen advies. Ja. Vroeg je ook, ben je ondergeadviseerd? Ja. Komt ontzettend vaak voor. En juist bij kinderen wiens ouders niet zo hoog opgeleid zijn. Nou, en dan zien we ook nog verder in je onderwijscarrière het stapelen. He, want sommige kinderen ontwikkelen zich minder snel dan andere kinderen. Ja. Meisjes ontwikkelen zich sneller dan jongens. Dat zie je ook helemaal in ons onderwijssysteem. Er zitten veel meer jongens bijvoorbeeld op VMBO basis en kader dan meisjes. Gebeuren waarvan we denken, ja, dat kunnen we ook veranderen. En daarom is het dus goed dat je ook... Marjolein, een van de dingen die je hebt veranderd is, je hebt op een gegeven moment een aantal middelbare scholen in deze stad, heeft een redelijk stevig schoolgeld. En daarvan hebben jullie gezegd, dat moet naar beneden. Heeft dat gewerkt? Nou, kijk, ik denk dat gelijke kansen vooral betekent dat je ongelijk moet behandelen. En dat is ook wel anders denken. Hè? Dus heel lang hebben wij met z'n allen gedacht, gelijke kansen is gewoon iedereen hetzelfde geven. Maar dat werkt dus niet. Want degene die minder heeft, zal dan altijd minder blijven houden. Ja. En daardoor worden die verschillen eigenlijk alleen maar groter. Ja. Dus we hebben met een kansenaanpak voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs gezegd, we geven meer geld aan die scholen waar meer leerlingen op zitten die minder kansen hebben meegekregen van thuis. Dus dat is één. Wat jij bedoelt is de ouderbijdrage. Ja. Die verschilt enorm tussen scholen. Het is een vrijwillige ouderbijdrage, maar het is wel een drempel. Als jij ziet als ouder dat de school waar je kinderen naartoe wil sturen, en laten we wel wezen, de norm is eigenlijk gratis onderwijs voor iedereen. Hè? Dat vinden we heel belangrijk. Maar er staat dan toch in de schoolgids, ja, deze school die kost dan toch 800 euro per jaar en je hebt 3 kinderen. En je hebt niet zoveel geld. Ja. Dan denk je, ja, die doe ik dan toch maar even niet. Dan ga ik naar die andere school. En dat vind ik heel slecht. Want ik vind dat goed onderwijs beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dus ik heb inderdaad vrij streng gezegd, die ouderbijdrage is niet bedoeld als een drempel, is niet bedoeld om allerlei onderwijsdingen uit te betalen, want dat betalen we gewoon als overheid. Daar investeren we superveel in. Ja. Dus ik vind dat die gemaximeerd moet worden. Ja, toen waren een paar scholen boos op mij, maar de meeste scholen waren het er erg mee eens. Okay. Marissie, waren jullie boos of blij? Ja, wat denk je? Ja. Hartstikke blij. Ja, ja, nou ja, het is. Wij zitten in een gebied in Amsterdam waar rond de 30% op of onder de armoedegrens leeft. Nou, dan 800 euro aan ouderbijdrage. Ja. Dat is krankzinnig veel geld. Dat is. En als je dan vraagt, wat doe je ervoor? Dan is dat die fantastische mooie skireis. Want je kunt die leerlingen op dat mooie, prachtige, hoge niveau toch echt niet laten verblijven in een hotel van minder dan 4 sterren. Ja. Nou ja, dat denk ik van, wat geef je dan die kinderen mee? En ik vind dat wel heel erg. Dus, goed dat je het zegt. Ik ben helemaal eens. Ik wil even met je praten over die brede school. Ja. Ik ben een stapelaar. Ik heb MAVO, HAVO, VWO gedaan. Daar ben ik totaal mislukt. Toen via het HBO nog een jaartje mijn P gehaald. En uiteindelijk op de universiteit terechtgekomen. En nu zit ik hier. Mijn P. Ja, dat begrijpt de jeugd van tegenwoordig niet meer. Maar die, de proppenduizen. Nee, mijn proppenduizen. Dat heet nu anders. Maar stapelaars. Vertel eens even,
Heb jij veel stapelaars op je school? Heb je veel leerlingen die zo'n carrière maken? Die binnenkomen met een MAVO-advies, VMBO-advies en uiteindelijk op het VWO eindigen? Dat klopt, die hebben we. Maar wat wij doen bij ons op school is dat op het moment dat je binnenkomt, rond je 11, 12e jaar, dan heb je je basisschooladvies. Ja. Wij zitten in een 2-jarige brede brugklas waar alle niveaus samen zitten. Je krijgt de boeken op jouw basisschooladvies. Ja, die moet ergens mee binnenkomen. Ja. En al heel snel zie je, deze leerling kan toch nog wel even iets meer uitgedaagd worden. Of die redt het precies op dat niveau. Dus wij proberen die leerling uit te dagen op een hoger niveau dan op het basisschooladvies. En jullie kunnen dat omdat jullie daar op die plek al 30 jaar, 40 jaar zitten? 50. 50 jaar. Dus ja. Jullie weten precies wie je klanten zijn, zullen we maar zeggen. Wie de ouders zijn, wie de leerlingen zijn. Dan wil ik toch even nog wat meer inzoomen op die oude kinderrelatie, die driehoek waar we het over hebben. Veel ouders zijn niet ambitieus voor hun kinderen, omdat ze het ook niet hebben meegekregen. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Ja. Dan komt een kind binnen met een CITO en dan zien jullie iets anders gebeuren. Ja. Hoe vertel je dan de ouders van, jouw kind kan veel meer? Hoe neem je ook de ouder mee in dat verhaal? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Ouders zijn gewoon ontzettend trots op hun eigen kind. Dus als je tegen een ouder zegt van wauw, jouw zoon of dochter, die kan nog weer veel meer. Zullen we helpen diegene uit te dagen? Ja. Ja, dan zie je toch de ouders toch ook glunderen. En het mooie is, dat is ook wat wij doen op school. We hebben geen oude gesprekken waarbij zo'n vakdocent met zo'n wekker zit. En dan ben je eigenlijk al te laat, want het vorige gesprek was uitgelopen. Dus na 5 minuten begint die docent al te zeggen, schiet op. En wat anders redden we het allemaal niet meer. Ja. We hebben onze mentoren, die hebben 30 minuten gesprekken met ouders en de leerling erbij, want er wordt niet over de leerling gesproken, er wordt met de leerling en de ouders gesproken. Dan wordt er samen gekeken, wat kan jij, wat vind jij zelf hoe het gaat? Ja. En het leuke is van pubers, je komt op je 11e binnen. Sommigen zijn laadbloeiers. En dan heb je misschien op de basisschool wel dat advies gekregen, maar je kan veel meer. En daarover gaat dat gesprek. Ja. Ja, er zijn heel veel laadbloeiers in Amsterdam. Ja, en daarom hebben we ook de brede brugklasbonus ingesteld. Want wat er gebeurt is wel lastiger. Ik bedoel, laten we wel wezen, als jij in een brugklas met VMBO tot met VWO zit, dan moet je wel ook het aankunnen om gedifferentieerd onderwijs te geven. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat de kinderen die meer kunnen minder worden uitgedaagd, dat je een soort gemiddelde krijgt. Ja. Dus dat vraagt best wel wat. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om juist dit soort scholen ook heel erg te stimuleren. Omdat ik gewoon niet geloof dat je op kinderen van 11 al meteen een label moet plakken. Mm-hmm. Ik denk je ziet ook uit onderzoek dat als je dat doet, dan worden kinderen eigenlijk het label in plaats dan dat ze het label zijn. Hè? Dus je gaat je eigenlijk richten naar wat van iemand anders heeft gedacht of bepaald dat dat bij jou past. En dat betekent, kijk, er zijn natuurlijk stapelaars en mensen, kinderen die veel meer kunnen, maar er zijn ook een hele hoop die vervolgens die route niet gaan afleggen, omdat ze onzeker worden, omdat ze het idee hebben dat ze dat niet aankunnen, dat het niet bij hun past. En dat vind ik echt, dat is ook slecht voor onze samenleving, want we verspillen gewoon heel veel talent. Ja. He, dus dat is gewoon doodzonde, dat we dat talent gewoon niet langer de kans geven om tot bloei te komen. Ja. Waar zie je bij Marissa, bij de kinderen waar ze het meeste behoefte aan hebben? Is dat ook niet alleen hoe je binnenkomt, jullie begeleiden dat, het schooltraject, maar ook straks de kansen die er voor ze liggen in de samenleving? Ja, nou ja, wat je ook zag van de docenten in het filmpje, maar ook aan tafel. Het gaat niet alleen maar om die cognitie. Het gaat dus niet alleen maar om met de hoogste cijfers uiteindelijk dat diploma te halen, maar het gaat ook over hoe wil je met elkaar samenleven. Dus het gaat om die socialisatie, het gaat om die persoonsvorm, om aandacht te geven aan wie er echt voor je neus zit. En dat hebben die docenten heel mooi laten zien. Dus dat is iets wat we met elkaar moeten doen. We hebben net naar Hans Wesseling gekeken, docent bij jou op school. Ja. Wat doet hij daarin, in dat verhaal van dat je kinderen, leerlingen weerbaar maakt? Nou ja, wat je ziet is waar het om gaat, is dat je een leerling ook echt ziet. Ja. En dat een leerling ook voelt dat hij gezien wordt. En wat ons adagium ook een beetje is je maakt vriendschap in vredestijd. Want dan kan je ook het moeilijke gesprek aan als het een moeilijke situatie is. Hè. Je had het even over die cartoons. Ja. Op het moment dat je een veilige situatie creëert in je klas, wat Hans heel goed kan en wat andere docenten ook hebben laten zien. Ja. Dat er een veilige situatie is om dingen bespreekbaar te maken.
En dan wordt het ook makkelijker om zo'n complex onderwerp ook met elkaar te bespreken. Ik wilde net naar jou gaan. Wat ik ook wel heel... Kijk, als we het over gelijke kansen hebben, hebben we het heel vaak over kinderen die meer kunnen, maar die nog niet gezien worden. Ja. Maar het gaat ook over de kinderen waarvan dat al wel gezien worden, die ook weer kunnen leren van de andere kinderen. Hè, als we ervan uitgaan, de kinderen die cognitief heel erg begaafd zijn, later ook de leiders worden van ons land. Dan is het toch heel belangrijk dat die hebben leren omgaan met een hele diverse groep. Andere kinderen, andere mensen. Ja. Want we willen toch geen leiders die opgegroeid zijn in bubbels en eigenlijk de wereld niet hebben gezien. Maar we hebben straks een corrector aan tafel van het Fossius. Ja. En ik ben ook wel eens op het Balletjes geweest. Ja. En dat... En ja. ik, En maar dat, zijn toch, dat is toch wel bijna whites only. En ik was bij jullie op het Atheneum. Ik heb een lezing mogen geven een paar jaar geleden. Het was de allereerste Atheneum waar iedereen divers was. Het was geweldig. Ja. Ik vond het was ook voor mij fijn. En middels zelfs een gymnasium ook in Amsterdam. Was er ook heel lang niet. Dat is eigenlijk ook voor mij fijn om gewoon ook dat publiek te hebben. En ik vind het we moeten ook niet helemaal de tegenstelling gaan hebben voor brede scholen en categorale gymnasia. Maar wat ik wel merk, en daar ben ik ontzettend van overtuigd, ik heb liever een leerling van ons op een plusje van Philips of van Unilever dan eentje van een categoraal gymnasium. En ik weet dat ik daar misschien geen vrienden mee maak, maar dat denk ik wel. Categorale gymnasia. Je krijgt het al bijna niet. Nee, maar die zijn toch. Het zijn wel forte, hè? Het zijn wel. Ja, maar als je de rector van het Fossius, ik goed ken en waar ik ook regelmatig over dit soort onderwerpen spreek, die zien dat ook wel. Ja. Hè? En wat je vooral dan moet doen, is zorgen dat die ontmoeting ook gewoon wordt gecreëerd en gefaciliteerd. We hebben iets heel moois op dit moment in Amsterdam, Stadslab, die er juist ook voor zorgt dat verschillende soorten scholen elkaar ook ontmoeten, met elkaar werken aan projecten en elkaar daarin ook gewoon kennis aandragen en leren omgaan met elkaar. En in wat voor stad woon je nou eigenlijk en wat betekent dat? En wat, kijk, het moeilijke gesprek op een Fossium gymnasium is echt inderdaad misschien een ander gesprek, maar misschien moet het moeilijke gesprek daar wel zijn, precies zoals je nu zegt. Als jij om je heen kijkt, is dit nou eigenlijk een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving? Ja. Heb je daar ooit wel eens over nagedacht? Ja. Even nog terug naar die vrijheid van meningsuiting en die spotprenten. Behandelen jullie de spotprenten op school? Ja. Ja. Je hebt na de verschrikkelijke moord op de maatschappijleraar Partie, hebben jullie meteen gezegd, jij en de burgemeester, wij gaan in gesprek met de docenten. Zijn jullie in gesprek gegaan? Zeker, hebben we dat gedaan. Kan je er wat meer over vertellen? Ja, omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat dit soort gesprekken gevoerd kunnen worden in de stad. En dat een klaslokaal altijd een veilige plek is om dat te doen. Onderwijs is zoveel meer dan die cognitie. Het is persoonsvorming, het socialisatie, het is omgaan met meningsverschillen. En wie ben ik ten opzichte van een ander? En ik zou het echt afschuwelijk vinden dat deze gruwelmoord als effect zou hebben dat docenten dat niet meer durven doen. Wat kreeg je terug in dat gesprek? Nou, je merkt wel dat wij hier ook al heel lang mee bezig zijn. Hè? Dus we hebben ook het programma Amsterdammerschap. Dus je ziet ook dat veel leraren dat ook gewend zijn om te doen met hun leerlingen. En daarin verschillen we misschien ook echt wel een beetje van Frankrijk. En dat daarmee dus ook gewoon normaler is om dat te doen in onze stad. Hè, dus ik heb tot nu toe niet teruggekregen van docenten dat het ze heeft afgeschrikt. Het is wel heel erg dat er nu ook bedreigingen zijn bovenop gekomen. Hè? Dus dat maakt de dynamiek niet makkelijker. Maar dat betekent voor ons dat wij nog meer de docenten moeten ondersteunen, moeten stimuleren. Moeten zeggen dat we het zo belangrijk vinden dat dat ook echt gebeurt. Dat we willen dat in een vrije democratie, wat we zijn, waar we onze waarden moeten vieren, juist dit gesprek door het gesprek gevoerd moeten worden. En weet je, ik ben het met je eens, hè? Maar ik vind ook dat de oplossing niet alleen bij de scholen mag liggen. Dat de docenten dit gesprek moeten doen. En waar ik echt de politiek ook een stukje voor aankijk. Amerika is ons vreselijk voorbeeld. Op het moment dat wij hier aan het polariseren zijn vanuit de politiek. En dan verwachten dat de docenten het gesprek aangaan met leerlingen.
om maar te zorgen dat leerlingen wel met elkaar in overleg kunnen. Ik vind het schrijnend. En ik denk dat daar echt een oproep richting de politici mag gaan. Van, kijk, geef het eerst goede voorbeeld. Eerst eens naar jezelf. Ja. Ga nou niet roepen dat iedere docent in de klas een spotprint moet laten zien. Want je kent de situatie niet. Het is van de zotte dat je dat zomaar oproept. En ik denk dat we daar echt ook eventjes onszelf moeten aankijken. Nee, maar kijk, ik vind sowieso dat volwassenen en al helemaal politici het goede voorbeeld moeten geven. Ja. Dus dat is heel terecht. Maar dat het op school moet gebeuren, en dan zeg ik niet dat de spotprenten getoond moeten worden. Nee. Begrijp me niet verkeerd, want ik weet helemaal niet eens of dat het juiste middel is om te doen. Maar het moet wel kunnen. Ja. Je moet met elkaar een goed gesprek daarover kunnen voeren om te weten hoe je met elkaar gewoon in een samenleving dit op een fatsoenlijke en een beschaafde manier doet, in plaats van dat je tot allerlei bedreigingen over hebt. Ik bedoel, het kunnen niet meisjes van 18 zijn die bepalen wat hier de normen en de waarden zijn, maar dat bepalen we uiteindelijk met elkaar. En als je dat niet op school leert, ja, waar dan wel? En dat is het is niet om nog eens een keer wat er bovenop te stapelen. Ja. Dat begrijp ik. Het moet ook niet alleen maar bij maatschappijleer, want daar wordt nu ook heel vaak naar verwezen. Ja. We moeten met elkaar het gesprek voeren. Hoe zorgen we ervoor dat leraren zich veilig voelen in de klas om dit soort moeilijke gesprekken altijd met elkaar te kunnen voeren? En hoe voelen ze zich daardoor ook daarin gesteund? Dank jullie wel. We zitten aan onze tijd, we moeten weer door. Maar wat ik ervan meeneem is, je maakt vrienden en vredestijd. Ja. Ja, en zolang we docenten hebben als Hans Wesseling. Ja. En heel veel met hem, hè? Ja. Heel veel. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ontzettend trots op onze docenten. Absoluut. Ja. Ja. Dank jullie wel, Marjolein Moorman en Marietje Knook, voor jullie bijdrage. Dank jullie wel. Graag gedaan. Zo, ja. Inderdaad, dames en heren, door de moord op docent Paty in Parijs is de vraag hoe docenten maatschappelijke thema's in de klas kunnen bespreken. En we gaan, voordat we in gesprek gaan daarover, gaan we kijken naar het volgende themafilmpje met als titel Lastige thema's bespreken. Sommige onderwerpen zijn pittig, zijn gevoelig en dat zullen ze nooit anders zijn. Seksualiteit is ook bijvoorbeeld bij de jongeren niet bespreekbaar in sommige culturen. En probeer ze toch wel te laten zien van maar je leeft wel in een hele andere samenleving hier in Nederland, waar dat wel gewoon toe is gestaan en iedereen mag zijn wie die is. Ik vertel altijd bij een klas dat ik op vrouwen val en dat ik een relatie heb met een vrouw. En dan zie je ze wel, dan willen ze alles weten meteen. Dus dan vragen ze ook wel van, oh juf, heeft u seks? Ja, dat zijn natuurlijk wel vragen dat je denkt, oké, weet je, wat ga ik hiermee doen? En je wil niet dat ze meteen allemaal beelden voor zich gaan zien. Maar ja, je weet ook wel dat ze wel weten dat dat zo is, zeg maar. Dus dat zijn wel ingewikkelde vragen. En dat je denkt, oké, hoe ga ik dit verwoorden? Ik stel mezelf heel kwetsbaar op. Ik laat een stukje van mezelf zien. Dus het is wel altijd heel erg spannend om te doen. Maar achteraf is het eigenlijk altijd, ja, een fijn gevoel. Dat heel veel mensen die zijn toch best wel nog afstandelijk over het onderwerp. En dan naarmate ze met mij praten, omdat ze mij als, denk ik ook als ervaringsdeskundige dan zien, merk je dat ze losser komen en dat ze meer begrijpen en meer willen begrijpen. Ik zeg wel altijd tegen ze van, je hoeft het niet helemaal meteen nu helemaal pro-homo's te zijn of helemaal oké mee te zijn. Maar ik vind het belangrijk dat je respect voor me hebt. En je ziet ook dat dan veelal de reactie is, dat ze gewoon respect houden. En ik vind het alleen maar goed als ze wel durven zeggen van, juf, ik vind het een beetje vies. Want als ze dat alleen maar denken, ja, dan schiet je er ook niks over op. Als ze het durven uitspreken, dan kan ik aan ze vragen, oh, waarom eigenlijk? En wat is nou precies het verschil? Ja, meestal als een docent over iets begint wat zeg maar niet normaal is volgens de leerlingen in mijn klas, want echt heel veel dingen wat hun normaal vinden, vind ik ook echt niet normaal. Maar als je daar dan over begint, wordt er gewoon meestal om gelachen en worden er grapjes om gemaakt. Ja, dat is wel. Maar met deze doelgroep, jullie met praktijkleerlingen, die zeggen alles wat op hun hart ligt. En het maakt niet uit wat het is. En dat vind ik eigenlijk juist ook wel het mooie, want ze zijn goud eerlijk en ze vragen alles aan je, soms te persoonlijk of dingen wat je zegt, nou, weet je, voor rustig aan. Soms zijn studenten die proberen wat sensatie te zoeken of meningen te vinden of gooien wat in de klas om reuring te creëren. Maar als iemand zegt, ik vind islam stom, ja, dat is een mening die ik elke dag hoor. Dus om dan in de klas te gaan zeggen, dat wil ik niet meer horen, ik wil hoogstens zeggen, als je dat zegt, moet je uitleggen waarom je dat zegt.
Toen had ik het over de Holocaust. En het eerste wat dat manneke, ik denk dat hij 13 of 14 was, wat hij riep, helemaal achterin. Dat gaat dan natuurlijk zo. Die zei, vieze stinkjood. Ik zei, oh, heb je er wel eens een geroken dan? Ja, en die keek mij aan. Nee. Ik zei, oké, en als ik nou zou zeggen, vieze stink Marokkaan. Wat zou je dan zeggen? Ja, wat is dat nou? Ik zei, ja, maar ja, dat is hetzelfde als wat jij nu roept. Je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat probeer ze dan ook uit te leggen. Het is heel goed als je eigen mening hebt. En kom vooral daarvoor op. Maar zolang je niemand daarmee kwetst, dan zit je eigenlijk goed. En dat is vaak wel wat heel belangrijk is. Wat ik soms nog wel moeilijk vind in de lessen is dat sommige studenten geloven bijvoorbeeld in complottheorieën. En die gaan daar helemaal in los. En dan vind ik het soms heel lastig om ze dan naar dat terzijde te leggen. Van oké, daar kan je in geloven. Of bijvoorbeeld een boek van God wat ze heel erg belangrijk vinden. Bijvoorbeeld van nee, maar God zegt dit. Of de Illuminati zegt dit. Ik verzin maar wat. Dus is het zo. Waar heel veel studenten tegenaan lopen is dat ze vaak heel veel willen zeggen. Maar het moeilijk vinden om de juiste woorden daarvoor te vinden. En ik heb daar zelf voorheen ook last van gehad. De mensen met wie ik opging, de buurt waarin ik ben opgegroeid. Mijn ABN was op zich altijd wel oké. Maar ik gebruikte heel veel straattaal en andere woorden. En vaak als ik dan bijvoorbeeld naar een debat toe ging of iets wat me interesseerde, durfde ik soms niks te zeggen. Ik had wel heel veel te zeggen. Ik had overal mening over. Ik dacht bij mezelf, hoe ga ik dit overbrengen? Wij lachen ook heel veel, hè? Humor met die kinderen. Dan zeg ik, wie heeft de mooiste kazenmop? Wij zijn kazen, hè? Nederlands en kazen. En dan komen er moppen over Turken, Marokkanen, Nederlanders. Nou, dan, ja, ik vind het leuk. En hoe racistischer, hoe beter. Want als je elkaar in de maling kan nemen, dan ben je al een heel stap, denk ik. En niet meteen beledigd bent over iets. Nee, ik vind het heel leuk. Ja, en ik heb eigenlijk nog nooit gezeik gehad over dit soort thema's. Nog nooit. Omdat ik het ook niet zwaarder maak dan het is. Het is geen existentiële vraagstukken voor een 15, 16-jarige. Het is de praktijk. Daar worden dingen geroepen. Nou, wat vind jij daarvan en waarom? En wat vindt hij daarvan en waarom? En hoe kan dat? Dit zijn gewoon kinderen waar je het over hebt, tussen de 13 en 15 en 16. Het is heel logisch en je moet ze dat gewoon vooral leren en daarover met ze in gesprek gaan. En ook dat weer levert fantastische gesprekken op. Dat waren mijn leukste lessen wanneer bijvoorbeeld een Holocaust-overlever in mijn klaslokaal kwam. Ja, geweldig. Ja, dat waren een aantal van de docenten en ook leerlingen die zijn geïnterviewd voor urbanonderwijs.nl. Je kunt de filmpjes allemaal terugkijken op de website van urbanonderwijs.nl. En alle gesprekken zijn ook uitgeschreven en staan in dit geweldige boek, waarin alle gesprekken zijn gebundeld. En ik heb in voorbereiding op de gesprekken met jullie heb ik erin gelezen. En de twee gesprekken met jullie waren ook weer super, super interessant. Halil Karaslan, zei ik dat goed? Ja. Ja, je was jarenlang maatschappijdocent. Ja, 12 jaar. Ja, 12 jaar lang in Rotterdam. Ja. Op wat voor een school was dat? Op het Libanon Lyceum, dat is in Kraling. Ja. En vervolgens op het Avicenna College, islamitisch voortgezet onderwijs. En 4 jaar op het MBO. Oh, wacht even. Oké. Libanon Lyceum in Rotterdam-Kralingen. Nou, ja. dat is de wethouder van onderwijs Amsterdam zou dat een eliteschool noemen. Ja, soort van. Amsterdam, ja. Niet helemaal, ja. Helemaal. Ja. En toen ging je naar Rotterdam-Zuid. Toen stak je de rivier over en ging je, dacht, we doen even, ik ga even aan de andere kant van de boog zitten. Ja. Naar het Avicenna College. Ja, want dat was net na Ibn Galdoen. Dus groot examenfraude, chaos. Ja, precies. Ik ga dat even redden. Weer een beetje chaos. Maar, ja. Toen dacht ik, ja, ik wil helpen bouwen. Echt waar? Ja. Ben je zo idealist? Ik ben een Rotterdammer. Wij houden van bouwen. Oké. Maar wat heb je toen? Dan kan je even een mooie. Je hebt zowel die leerling van dat geprivilegeerde VWO gezien. Ja. Als die leerlingen van het Avicenna. Ja, toen ik daar binnenkwam was eigenlijk wel, ik denk, een van de mooiste momenten in mijn carrière. Omdat ik leerlingen aantrof die een zelfvertrouwen hadden van -1000. Ja. Omdat de hele wereld over hun heen was gevallen. Ja. Want die ene school waardoor alle andere leerlingen in heel Nederland nu opnieuw examens moesten doen.
natuurlijk ook moslims. En, ja. Nou, ze hadden het idee dat... En in Rotterdam-Zuid. En in Rotterdam-Zuid. En ze had het idee dat hun diploma er per definitie niet meer toe deed. En Feyenoord had net verloren. Ja, dat was volgens mij hetzelfde jaar nog ook. Met volgens mij ook nog een 10-0 uitslag. Ik weet niet of dat gelijk, maar goed. Anyway. Was het ook was het in de periode dat de aanslagen op Charlie Hebdo waren? Nou, dat was toen ik daar werkte. Dat was wel ook in de periode dat ik daar werkte, maar dat was daarna. Maar toen ik daar kwam, waren er vooral leerlingen, toen ik eigenlijk begon met gewoon maatschappijleergeven, mij lesgeven, die eigenlijk vooral overtuigd waren dat ze niks konden en nooit niks meer van hun terecht zou komen. Ja. En dat was wel echt, dat was even gewoon boekdicht. Ik heb geen les gegeven. Ik heb vooral, ik heb gewoon mental coaching gedaan de eerste paar weken en relatieopbouwen gedaan. Maar hoe leg je dat uit aan de inspectie of aan het bestuur? Van ik doe even geen boek open komende half jaar. Ja, dat hoef ik niet uit te leggen, omdat ik gewoon mijn leerdoel haal. Okay. Dus hoe ik dat doe, boeit ze niet. Dat bepaal ik zelf. Ik ben een autonome docent. Ja. Dus zolang ik mijn cijfers haal, zolang zij de prestaties halen, gaan zij niet over. Okay. En toen kwam Charlie Hebdo. Ja. Ibn Khaldun. Avicenna College. Charlie Hebdo. Toen zei Abu Talib, als je hier niet bevalt, rot je op. Oh ja. En dan kom jij die klas in. En toen zei ik tegen mijn leerlingen, zeg ik niet rot op. Ik zeg, blijf vooral hier. Wacht even, ik wil dat je ons even meeneemt in dat moment. Toen kwam ik de klas in. Ja. En ik denk dat de rest van de wereld dan vooral denkt dat in zo'n klas vooral weerstand is op wat er op Charlie Hebdo is gebeurd. Maar wat in mijn klaslokaal vooral gebeurde is dat leerlingen vertelden dat, tenminste een meisje vertelde dat zij onderweg naar school was bespuugd als moslima. Mm. Omdat zij als een van de leden van zo'n groep wordt gezien. Ja. Een dame was van haar fiets afgetrapt. En een aantal andere jongens waren ook uit de school onderweg naar school. Dus ik heb het eerst daarover gehad. Ja. Want dat is emotie. Die moet eerst weg, die moet je loskoppelen. Ja. En dan kan ik het hebben over Charlie Hebdo. Heb ik ook gedaan. In dezelfde les? Dit is één les, maar dan ook meerdere klassen. Dus niet dat al die personen die ik nu beschrijf in dezelfde klas zaten. Ja. Maar dit gebeurt wel in één les. Ja. En dan bespreek je dat. En dan zie je dat er ook heel veel emotie bij loskomt. En dat is oké. Okay. En daar zitten complottheorieën bij. Daar zit emotie bij. Daar zit boosheid bij. Ja. Alles zit daarin. Alles zit erin. En wat pak jij dan eruit? Wat is dan wat je eruit emotie pakt? Emotie altijd. Emotie? Ja. Oh ja? Meteen naar de emotie gaan. Altijd. Want als die emotie er zit, dan kan je nog niet... Je kan niet overgaan op ratio als emotie er is. Dat proberen wij vaak. Hè? Dat is een valkuil van docenten. Op het moment dat leerlingen over complottheorieën zitten, dan denken wij, ja, maar wij zijn slimmer. Ja. We zijn, gaan ze ontkrachten. Ja, fout. Precies. Weet je wat ik altijd... Als ze dan zeggen, zeg ik altijd... Ik denk dat jullie gelijk hebben, want ik geloof namelijk dat er achter de complottheorie een nog wat grotere theorie zit. Dat kan altijd, je kan racen met ze, maar waar ik in geloof, dat is mijn analyse na mijn tijd voor de klas, is dat ze complottheorieën geloven om hun eigen werkelijkheid te rijmen. Wat ik daarmee bedoel is, op het moment dat jij zo passievol gelooft dat jouw religie een vredige religie is, dan is het makkelijker om te geloven dat er... Dat er FBI-agenten zijn die zich eigenlijk verkleed hebben als moslims. Ja. Dan dat er daadwerkelijk ook moslims zijn die dat gewoon doen. Je zegt eigenlijk laten ze hun kwetsbaarheid zien op dat moment. Ja, en dan moet je het daarover hebben. En niet zozeer over, maar als je 2 seconden pauzeert en als je dan toch goed kijkt. Het is wel echt. Ja. Dat is gewoon geen zinloze discussie. Prachtig. Sita Remesar. Ja, ik wil ook een heftig verhaal van jou. Je bent connect op het Vossius Gymnasium. Ja. Ja, hoe ben je daar terecht? De toon is al gezet, net. Je komt uit Den Haag, toch? Ben je niet een Haagse? Nee, ik ben geen Haagse. Oh, je bent Amsterdamse? Ik ben Amsterdamse. Eigenlijk, het is wel grappig dat je dat zegt, omdat er dan gevraagd wordt, waar kom je vandaan? Zeg ik, uit Enschede. Oké. Okay. Ik kom uit Enschede. Ja. Waar kom je echt vandaan? dat is toch de vraag die je altijd krijgt. Die vraag op Vossius is wel eens gesteld. Waar kom je echt vandaan toen je zei Enschede? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, hij komt zo vaak voorbij dat ik doe dan mijn beleefde gezicht op. Ja. En dan probeer ik antwoord te geven. Ja. Denk ik al, deze zitten we nog even uit. Okay. Wat een pijnlijke vraag was toen ik aangenomen werd bij het Vossius. En dan was ik aangenomen en toen ging ik bij de MR. En dan was er een vader... En die zei, wat vindt u nou precies van positieve discriminatie? Hmm. Toen, de toon alleen al. En toen dacht ik, dit is een mening, dit is geen vraag. Ja. Ik heb hem inhoudelijk beantwoord. En eigenlijk is dat wel, als we het over mij hebben, van hoe ik eruit... Maar zit daar dan in die vraag, heb je dan het gevoel dat er in die vraag iets van een vooroordeel zit?
Nou ja, ik zei het net. Het was een oordeel. Het was geen vraag. Ja, oké. Okay. Ja, je druk je heel diplomatiek uit. Ja. Ja, ja. 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 In fancy terms, dat was een microaggression. Een microaggression, ja. Ja, ja. Maar je hebt... Ja. Van mij of nee, van de ouder die dacht... Okay. Ja. Nee. No way. Want jij dit was passief agressief. Nee, maar... Hè, de soort van een vraag willen stellen, maar impliceer, je impliceert daar zoveel meer mee. Natuurlijk. Maar goed, het Vossie is toch... Ja, het is toch ik heb een keer een lezing gegeven. Ja. Ik moest de moslims met een vergrootglas zoeken, toen heb ik het maar op mezelf gericht. Dus het is een school waar... We hebben het over diversiteit, we hebben het over Amsterdam, met 120 culturen. Ja. En dus vraag me af, lastige thema's bespreken. Het lijkt mij een lastig thema om te bespreken. Hoe maken we deze school inclusief? Of is dat geen lastig thema? Dat is helemaal geen lastig thema, want het thema kwam vanzelf bovendrijven. En dan kan je op verschillende manieren kijken. Er is al een hele poos bij die categorale gymnasia in de stad het besef... hoe komt het nou dat wij alsmaar niet divers zijn? Want het is niet zo. Allerlei onderzoeken laten zien dat er voldoende leerlingen uit alle wijken in Amsterdam... die hebben dat VWO-advies. Ja. En wij zien niet die verschillende leerlingen uit die verschillende stadsdelen allemaal bij ons. Wij zien... Als we naar die ouders kijken, want dat was een meetbaar gegeven. Als je kijkt naar het opleidingsniveau van ouders. Ja. Nou, op die manier ben ik gaan kijken. Want ik dacht, gaan we nou op kleur sorteren? Dan ziet het er hier best divers uit op zo'n gymnasium. En is dat zo? En ik heb dat nu een paar jaar gevolgd. En ik zie ook dat 95% van de ouders is hoger opgeleid. En dat is ook die enige tinte jongen en dat... Dit is een groep die zijn huiswerk heel goed doet. Ja, die hebben die ambitieuze ouders en die weten de weg. Dus die zitten op het gymnasium. Ja. En hoe doorbreek je dat? Ik heb ook van allerlei manieren... Je kunt dat met subsidies doen, je kunt dat met een gezamenlijke gymnasiale aanpak doen. En al die dingen bij elkaar... En ik dacht, je kunt ook iets heel gedurfds doen. En dan kan je zeggen van, wij bewaren een bepaald percentage. Nodigen gewoon leerlingen uit andere stadsdelen... van andere sociaal-economische achtergronden. En die vragen we, als jij hier aanmeldt, dan ben jij verzekerd van je plek. Ja. Maar Sita, ik even een situatie creëren om het een beetje in te vullen. We hebben natuurlijk, als die kinderen dan van die basisschool afgaan en dan mogen ze natuurlijk langs al die middelbare scholen. Hè? Dat heb ik ook als kind. Ja. Ik ging altijd alleen, want mijn vader had geen zin. Maar je komt dan binnen en dan kom je op zo'n Vossius. Je bent 12 en dan kom je met je ouders. En je ouders komen uit de Marokkaanse Rif, Anatolië. Ik hoop het natuurlijk niet, maar... Het begint meteen muziek mee te spelen. Maar snap wat ik bedoel? Het Vossius. Die samenzweringen, dat zit iets in. Hoe moet het dan voor die ouders zijn? En dat je toch aan die ouders kunt zeggen... Jouw kind hoort hier thuis. Daar gaan we voor zorgen. Ja, het zit alles in je uitnodigende houding. En dan nog... kijken ouders en vooral ook die leerlingen, denk ik, om zich heen. En je ziet niet helemaal jouw soort mensen misschien rondlopen. Ja. Heb je iets soort... Ik heb je dat interview met jou gelezen in het boek. Ik vond het zo mooi. Jouw zoon ging op een gegeven moment ook lekker op middelbare scholentour door Amsterdam. Ja. Ja. En toen kwam hij op... Pieter Nieuwland. Het Nieuwland, toch? Dat is bij Amsterdam. Bij het station. Leuk, leuke school. En daar zei hij van, ik hoor hier thuis. Dit is mijn school. Ja. Wat gebeurde daar? Nou ja... die school was net aan het verbouwen en dit is mijn oudste zoon. Het is een wat dromerige, gevoelige jongen. En ik zat om me heen te kijken en dacht, ik vind dit een zwarte school. En is dat nou wel handig? Want die docenten, zijn die nou wel helemaal goed toegerust om dat een beetje in goede banen te leiden? Het vraagt wel wat. Okay. Zijn het vooroordelen of was dat op feiten gebaseerd? Ik spreek als moeder. Oké. Het zit vol vooroordelen. Ongelooflijk. Want, die tijger... ja. Schrik je niet van jezelf dat je dan op dat moment als moeder ineens niet meer die cosmopolitische open, maar dat je echt heel erg zit op, als het maar goed is, moet goed zijn. Nee, ik vind dat wel mooi. Ik vind dat ook altijd in gesprekken met ouders, vind ik het mooi als die leeuw en die tijgers tevoorschijn komen bij die ouders. Okay. En ik vind dat altijd een prachtig moment. Denk ik, kom maar op. Het gaat over je kind. Ja, natuurlijk, begrijp ik. En nou, dit is, we schudden het er niet mee eens worden. Dit is ook de realiteit, hè? Ja. Ik bedoel, alle
abstracte concepten zijn mooi. Ik zeg altijd, alles is mooi totdat je het onder spanning zet. Juist. Diversiteit is leuk totdat je het onder spanning zet. Totdat het jezelf betreft. En kijk, dit, bijvoorbeeld gelijke kansen is een heel mooi abstracte term. Ja. En ik zeg vooral, gelijke kansen is iets waar beleidsmakers aan moeten werken. Ja. Als docent werk ik aan gelijke uitkomsten. Goed. Dat is mijn taak. Ja. Want ik zit niet in waar... Maar hoe doe je dat? Hoe geef je die... Voor mij is het belangrijk dat ik dus, en dat werd net ook aan tafel genoemd, ik bied gelijkheid door ongelijk te zijn. Als ik merk dat sommige leerlingen niet meekomen, dan hebben die niet voldoende aan mijn klassikale uitleg. Met wie moet ik individueel zitten? Als dat niet genoeg is, moet ik wellicht een pauze opofferen of wat dan ook. Ja. Dus ik moet zorgen voor die gelijke uitkomst. Ja. Een voldoende of misschien zelfs nog hoger. Of dat is mijn taak, dat is mijn rol als docent in altijd, dat perspectief. Maar je hebt altijd leerlingen in de klas die zitten te stoken en die niet willen deugen. Nee, dat is een vooroordeel. Dat is een vooroordeel. Die zijn er niet altijd. Ja, nee. Die zijn er niet altijd. Er zijn ook klassen die gewoon uit zichzelf heel leuk zijn. Oké. Okay. Leuk geboren. Ja, die zijn er. Ja. Ja. En er zijn ook klassen waarbij dag één binnenkomt dat je denkt, oh shit, heb ik geen zin in. Die zijn er ook. Ja. Maar er zijn ook echt klassen die bij wijze van waarvan je denkt van, en dan kan je bij mij geen vinger achterleggen. Ik was van maandag tot woensdag de liefste leerling in de wereld. En dan op donderdag kwam de demon. En dan werd ik geschorst of dan werd ik weg uit de klas uitgestuurd. En dan kon ik op maandag weer bij nul beginnen. Het was echt verschrikkelijke tijd dat ik er nu over begin. Ja, ik vraag me af of je bij nul kan beginnen. Ja, dan. Nee, als je dan als leerling steeds bewijs van, hè, op een gegeven moment bekend staat dat je vaak wordt weggestuurd, wat dan ook. Dat is ook iets waar we als docenten en collega's soms over elkaar moeten hebben. Is dat je dan op een gegeven moment ook op moet letten dat leerlingen geen etiketten en dingen krijgen van druk. Die moet je aanpakken donderdag. Het wordt een beetje zelfvulling. Ik deed het echt zelf. Ja? Okay. Ik heb niks te doen. Ik probeer het te beschermen. Nee. Ik lees mijn autobiografie. Masita, je was die moeder. Je was met je zoon daar op die middelbare school. En toen, die dromerige zoon van je. Ja, die dromerige zoon van mij. Ja. Ik vroeg van, waarom vind je deze school dan leuk? En ik hield, dat doe ik meestal als moeder. Ik hou gewoon mijn eigen mening, probeer ik voor me te houden. En dat heeft hij feilloos door. Maar hij zei, nou, omdat er wel 40 verschillende culturen zitten. Ja. En toen dacht ik, wauw, je hebt gelijk. Ja. Maar ik denk dat jouw zoon heel wijs is. Ja. En ik denk dat hij ook onderwijsbestuurder wordt. Bij deze. Want ik denk namelijk dat het echt de grote valkuil is van zeg maar, de categoriale gymnasia in Amsterdam. Dat ze op een gegeven moment, dat niemand meer naar die scholen wil. Hoezo? Nou, omdat het gewoon niet meer, want mensen het gewoon niet meer... Omdat je niet naar zo'n school wil. Omdat kinderen naar dit soort scholen willen. Ja, toch zoeken kinderen naar de juiste toon. En er zijn zoveel kinderen die hier komen. Ja. Want het ging ook over categoraal. En dat je dan van breed of categoraal. Wat is nou de keuze? Ja. En wat ik wel gemerkt heb. Ik had ook mijn eigen vooroordelen tegen gymnasium. Denk ik ook lekker. Witte bubbel. Maar wat er wel gebeurt is... Leerlingen komen hier op het Vossius en die voelen zich uitgedaagd en die voelen zich gekend en gezien. Ja. Ik mag hier zijn. Ja. Nou, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Ik heb op het Vossius een lezing gegeven. Het was echt ontzettend leuk. Echt heel leuk om dat te kunnen doen. Ja. En ja. Trouwens, we hebben het nu over categorale uitersten. Dus zeg maar VWO, gymnasium. Maar je hebt ook categorale VMBO's. Ja. Dat is weer de andere uiterste. Ja. En daar zitten ook weer andere problematieken die we nog niet hebben benoemd. Maar dat is natuurlijk ook... We hebben nog 3 minuten. Je kan dus die problematiek nu benoemen. Ja, goed. Deel van die dingen zijn aangestipt. Maar wat wel vervelend is op het moment dat je in een context zit waarbij je elkaar alleen versterkt. Hè? Dus als je bijvoorbeeld in een gemiddelde VMBO-klas, dat is altijd heel schrijnend. Vraag maar 3 dingen waar ze niet goed in zijn. Pap, meteen. Kunnen ze opnoemen. Ja. Vraag een keer of ze drie dingen kunnen opnoemen waar ze goed in zijn. Dat breekt elke keer, als je die vraagt, dat breekt je hart. Want omdat ze vanuit hun omgeving, ouders, omgeving, altijd al bevestigd worden dat ze niet goed zijn. Ja. In een advies, in die school. Ja. En stapelen wordt tegenwoordig ook heel erg ontmoedigd. Ja. Want die moet vooral die mbo op. Ja. En als je de mbo komt, dan krijg je het vak burgerschap. Wat in mbo niveau 1, 2, 3 en 4 een inspanningsverplichting heeft. Die hoeft geen resultaten voor te halen. Dus er is gewoon heel veel mis binnen dat systeem. Ja. En ik heb zelf ook lesgegeven op mbo niveau 1 en 2. Dat is allemaal herhaling. Ja. Want als je op mbo niveau 1 bijvoorbeeld een bepaald niveau rekenen haalt, dat krijg je ook weer op niveau 2. Dus je doet gewoon hetzelfde. Je wordt niet gemotiveerd. Dus ik vind het niet zo gek dat op het mbo het verzuimpercentage zo hoog is, omdat het onderwijs gewoon oninspirerend is. En als generaliseer ik, er zijn uiteraard uitzonderingen, maar in grote zin doe je heel vaak hetzelfde. Nederlands rekenen is allemaal 2F niveau. Ja.
Ja. Dat is gewoon hetzelfde. En je hebt gewoon... trouwens geen, dus nogmaals, dus dat mensen snappen niet wat de inspanningsverplichting is. Je hoeft er dus geen voldoende voor te halen. Ja. Dat is de verwachting die we uitspreken. Alleen voor Nederlands moet je voldoende halen. Voor alle andere vakken weer een inspanningsverplichting. Totaal gebrek aan verwachtingen. Dat is wat ik van jou verwacht. Dat wordt dag één gezegd. En dan wordt vervolgens gezegd, ja, maar je moet wel je best doen. Je moet wel komen naar school. Ja. Ja, sorry. Dus is het dan dat je die indeling op niveau niet zou moeten hebben? Want het gaat over zelf-efficacy, dit gaat over de houding van de docent. Ik heb zelf ook op zo'n brede brugklas, dat is nou op een gegeven moment allemaal uitgekleed. Nu wordt het weer hip, dus komt het weer terug. Mm-hmm. Ik heb er heel veel profijt van gehad. Ik ben ook stapelaar VMBO, HAVO, HBO, ooit nog Unie, hoop ik. Ik wil zeggen, inshallah, als God er staat. Maar wel op niveau, dan ook echt op niveau. Er is gewoon geen wezenlijk verschil tussen niveau 1 en 2, behalve dat ze nog een keer een andere type stage moeten doen. Bijvoorbeeld bij heel veel, zoals van die organisaties die ook Urban in een naam hebben. Ja, ja, is gewoon groen detailhandel of detailhandel, maar het heet dan Urban. Ja. Ja, weet je, dat zijn van die dingen. Het is gewoon niet stimulerend voor leerlingen. Ja. Dat moeten we erkennen. Ja. Wat jij nu zegt en wat jij ziet aan, dat is echt stimulerend. Ja. En ik zou ook hier weer langer over met jullie willen doorpraten. Maar we moeten weer door. Maar de thema's die jullie hebben aangesneden, neem ik wel mee naar de volgende gasten. Dank jullie wel. Dank jullie wel, Halil Karaslan en Sita Remesar. Goed, we gaan alweer naar de laatste twee gasten van vanmiddag in de documentaire en de gesprekken hier aan tafel. Daarheen lopen. Oh ja. Goed, gaat het steeds, dus in de documentaire die jullie hebben gezien en de gesprekken hier aan tafel, gaat het steeds over het belang van contact tussen de docent en de leerlingen. Het belang van gezien worden. We gaan kijken naar het volgende thema filmpje, wat gaat over talent ontwikkelen. Eigenlijk voor het grootste deel op intelligentie, op cognitie. Terwijl we weten dat we als mens veel meer zijn dan alleen maar onze intelligentie. En dus als we ons onderwijs dan ook op die manier gaan inrichten, dat we dus ook skills en kennis op andere gebieden, intelligentie op andere gebieden gaan belichten, dan merk je dus ook dat je onderwijs op een andere vorm gaat geven. En dat betekent dus ook dat het niet alleen maar gaat over hoe goed kun jij kennis onthouden, hoe goed kun jij kennis reproduceren op het moment dat je zometeen een examen hebt. Maar dat er veel meer skills zijn die getoetst worden en waarop je beoordeeld wordt. En dan merk je dus ook dat in het onderwijs ook veel meer gelijke kansen gecreëerd worden. En niet alleen maar kansen op het gebied van hoeveel kennis heb je in huis. Ik was altijd heel creatief. Ik was altijd heel bezig met de sfeer binnen de groep. En ja, door dat ding, omdat ze die krachtbron niet hebben aangeboord, dat ik daardoor wel minder succeservaring heb gehad op het VMBO dan als ze dat misschien wel hadden gedaan. Want in Nederland bepalen wij op basis van je relatieve cognitieve prestatie of jij getalenteerd bent met je handen of met je hoofd. En ik denk dat er in HAVO-VWO heel veel leerlingen zitten die graag praktijkgericht zouden willen werken. En net zo goed zeggen VMBO'ers, ja, dat iedereen altijd maar meteen begint dat wij gouden handjes hebben en doeners. Wij kunnen heus ook denken, hoor. Dus ik ben er echt van overtuigd dat er een heleboel HAVO-leerlingen zijn die gebaat zouden zijn bij het meer doe-onderwijs wat je vindt op die vakscholen. Ja, die kansen die pakken we nu nog niet voldoende. Dus als je nu op de HAVO zit, dan word je theoretisch opgeleid. Kreeg ik een moeder met een zoontje voor mij. Het was eerste ouderavond. En ik keek. En hij zat in een kaderklas. Maar ik keek. VWO-niveau gekregen vanuit de basisschool. 540 gescoord. En ik denk, hè, wat doet deze jongen hier? Dus ik, voornamelijk als ik kijk naar mijn ouders, die zouden dit totaal niet accepteren. Die zegt, dat ga je echt niet doen. Je gaat niet naar het VMBO als je VWO hebt. Toen zei ze van, ik wil dat mijn kind plezier heeft en mijn kind wil heel graag in het horeca. En die weet al precies wat hij wil later. Die wil later een restaurant beginnen. En dat kan niet op de HAVO, VWO of gymnasium. Is geslaagd en hij is kok geworden en hij is bezig om een eigen restaurant te beginnen. Dus ik denk, wauw, weet je wel. Maar ja, het is als je ouders ook een stukje in je geloven en dat. En ja, en zij had iets van, hij komt wel terecht. Hij is misschien iemand die goed met laptop en met boeken overweg kan. Ik kan dat niet. Ik moet meer met mijn handen bezig zijn. Dat vind ik fijner. En wanneer ik bezig ben op school of thuis of op stage, voel ik me veel lekkerder dan de hele dag op school te zitten. Het pleidooi voor maatwerk zou juist eigenlijk zijn om die hokjes veel meer los te laten en leerlingen veel meer de ruimte te geven en meer tijd dus ook dan we nu in Nederland doen om hun weg te vinden en te ontdekken waar hun interesses en hun talenten liggen. Wat niet alleen over niveau gaat, maar ook over wil je meer theoretisch leren of wil je meer praktijkgericht leren.
Dus die hele holistische benadering. Het gaat niet alleen maar over je cognities. Het gaat ook over andere dingen. Je hele attitude is natuurlijk heel belangrijk. Dat is ook wat ik zeg op de open dag. Als ik niet kan samenwerken, dan kan ik een VWO-diploma hebben. Maar dan kom ik er niet in mijn werk. Want dan wil niemand met me samenwerken. Er zijn zoveel vooroordelen over mensen die VMBO doen, over mensen die MBO doen. Terwijl het niveau eigenlijk niet eens zoveel uitmaakt. Het gaat er gewoon vooral om wat je kan, wat je vaardigheden zijn, om hoe je je eigen presenteert. En wat je doet om, ja, ik zeg altijd om de wereld een beetje mooier te maken. En ik denk dat je daar helemaal geen niveau bij nodig hebt. En ik denk dat dat ook voor mij de reden is geweest dat ik daar nooit onzeker over ben geweest. Ik ben altijd heel trots. Ja, ik doe MBO. Ja, ik heb VMBO gedaan. En ik doe nu dit, weet je wel. Alles kan gewoon. Alles is mogelijk. Je hoeft niet HAVO of VWO te doen om dingen te kunnen bereiken. Wij hebben niet de drang dat het een bepaald niveau moet gaan halen. Nee. En of dat het dan een automonteur wordt of het wordt de minister-president, dat maakt me eigenlijk niet uit. Hij moet op zijn niveau iets kunnen doen wat hij leuk vindt en waar hij op een eerlijke manier zijn centen mee kan verdienen. Dan vind ik het, hè, zo kijk ik ernaar. Ja, is er in het huidige onderwijs ruimte voor alle talenten? Ik ga dat gesprek voeren met Mohamed Jouna. Jouna. Ja, sorry. Dat gebeurt vaker, hoor. Ja, ja. Docent aan de Hogeschool van Amsterdam, maar daarvoor 10 jaar gedoseerd op een MBO. Klopt. Ja, ja, in Amsterdam ja. Ook. En aan mijn rechterkant Louise Elvers, onderzoeker en directeur kenniszetting ongelijkheid gemeente Amsterdam. Eigenlijk komt alles wat we vandaag hebben besproken zo'n beetje samen bij jullie, heb ik het idee. Want het gaat namelijk over, want de stelling die ik meekrijg van de filmpjes is eigenlijk, het onderwijs onderdrukt talent. Klopt. Nou, schiet maar los. Ja. Ja, nee, heel veel dingen die ik inderdaad wilde zeggen is al gezegd door mijn voorgangers. Dus ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen. Maar een van de dingen die ik in ieder geval wel belangrijk vind, die ik vandaag ook gehoord heb, is op het moment dat je gelijk kansen wil creëren, moet je dus ongelijk gaan behandelen. En als ik kijk naar het huidige onderwijs van nu, nou, dan zie ik heel veel ongelijkheid ook in aanbod. En nou, waar ik in geloof is. Wat dat bedoel je met ongelijkheid aanbod? In aanbod van wat er wordt aangeboden in het onderwijs. We zijn heel erg bezig met vakken. Dan moet je een toets maken en krijg je een cijfer. Ja. En dan krijg je een diploma. Je zegt eigenlijk dat onderwijs is al 100 jaar oud en we doen nog altijd het onderwijs van vroeger. En dat is eigenlijk niet meer. Ja. Het is gewoon, dat is eigenlijk uitgespeeld, het onderwijs. Nou, de wereld is veranderd. 100 jaar geleden was het goed onderwijs. Maar ondertussen zijn we. Ja, dat zou ik bedoelen. Voor die tijd. Ja. Alleen we zitten nu in een andere tijd. Dan heb je ook ander onderwijs nodig. Dus, hoe zou het eruit moeten zien? Nou, waar ik in ieder geval in geloof is dat de basis van onderwijs zou moeten zijn persoonsvorming. Dat je persoonlijke ontwikkeling, dat er veel meer ruimte komt in het onderwijs. Mm. Ik hoorde het net ook al, burgerschapsvorming. En niet zoals we het in het onderwijs doen, dat je een boek burgerschap krijgt en aan het einde word je daarvoor getoetst waarvoor een cijfer krijgt wat niet beoordeeld wordt. Ja. Maar ik geloof erin dat in ieder geval twee belangrijke elementen zijn in het onderwijs. Ja. Om mensen te laten worden wie ze zijn en in niet iets wat ze moeten worden. Ja. Jij hebt het over de droom. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, de droom die je aan de. Je wil dat die kinderen een droom hebben. De leerlingen moeten een droom hebben. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Ambitie. Ik denk dat een droom die zorgt ervoor dat je in beweging komt. Dat je gemotiveerd. Tot in jouw huiskamer. Nee, ja. We kijken heel veel. Kan dat labeltje er eigenlijk nooit meer af. Nou, we zien eigenlijk in Nederland de afgelopen jaren dat wat we dan met een moeilijk woord noemen de padafhankelijkheid. Dus de positie in leerjaar 1 in het voortgezet onderwijs is steeds bepalender geworden voor het verdere verloop van je schoolloopbaan. En dat heeft onder andere te maken met wat ook in de gesprekken hiervoor aan de orde is geweest. Dat we minder brede scholengemeenschappen, steeds meer categoraal scholen die daar ook weer extra drempels op. Dus vroeger mocht je automatisch van MAVO naar HAVO. Nu moeten ze soms een bepaald cijfergemiddelde hebben of nog een motivatiebrief schrijven. Nou, inmiddels mag dat binnenkort weer niet meer. Maar er zijn best veel drempels om alsnog op te stromen. Ja. Terwijl ik hoor hier meerdere mensen vertellen over stapelen, maar dat is een lange en best lastige route. Ja, Mohamed, ik ben een stapelaar. Jij ook? Yes. Ja. Wat kan je het parcours even uittekenen voor ons? Vroeger door de MAVO, dus onder dan ondertussen VMBO tegenwoordig. Ja, en was je advies van de basisschool, zat die op MAVO-niveau? MAVO, HAVO, maar uiteindelijk toch in de MAVO-klas gezet. Mm-hmm. Terwijl ik op dat moment eigenlijk al wist, ik kan veel meer dan dit. Ja. En van de MAVO naar het MBO, MBO naar het HBO en ondertussen ook een master. Dus lange weg. Een lange weg. En wat gaf jou dan de kracht om dat te doen? Om toch door te zetten? Juist omdat ik ook niet op ben gegroeid in een stimuleerde omgeving, maar ergens van binnen toch iets of iemand had die tegen mij zei van jij moet vooral niet worden wat je omgeving aan het doen is. Ja.
Dus ga vooral heel hard werken om zo ver mogelijk daarvan af te komen. Ja. En dat was voor mij het onderwijs. Haal een diploma, ga in jezelf investeren. Ja. En het is een hele lange weg geweest, maar ik heb daar dus ook weer heel veel geleerd vanuit mijn rol als docent, maar ook ondertussen ook als trainer. Ik kom op heel veel scholen, waarbij ik ook probeer die boodschap mee te geven. Zorg er ook voor dat je daardoor juist ook weer investeert in die persoonlijke ontwikkeling. Ja. Want dat is het fundament van leren. Het fundament van je eigen ontwikkeling en van leven. Ja. Jij krijgt ook die ouders op bezoek. Is het ook voor die ouders duidelijk hoe het zit met de ambitie van een kind? Of moet je soms ook die ouders meenemen in het gesprek van de droom en de ambitie? Ja. En dat er meer kan? Nou, juist die ouders, ik bedoel, zijn ook onderdeel van die omgeving. Van die omgeving die wel of niet stimulerend is. Dus juist die ouders ook uitnodigen, betrekken bij het gesprek en ook heel duidelijk aangeven, want dat is ook geen vanzelfsprekendheid, dat ook zij een belangrijke rol daarin hebben. Ja. En dat betekent niet dat ze ook kennis van inhoud moeten hebben, maar in ieder geval wel hun zoon of dochter moeten stimuleren, ervoor ze moeten zijn. En daar waar zij geen hulp kunnen bieden, wellicht ook andere mensen kunnen inschakelen. Ja, neem ons mee dat gesprek, want dat vind ik vind het altijd, ik ben al heel nieuwsgierig naar, hoe doe je dat? Want Ik heb ook straks zo'n gesprek met mijn dochter, dus ik moet het even... Nou, ik denk dat wat belangrijk is, er zijn heel veel scholen die zeggen dat de leerling centraal staat, maar dat is alleen maar in beleidsstukken. Ja. En dat gesprek moet je gewoon voeren door letterlijk die leerling centraal te stellen en daar met z'n allen omheen te gaan staan en te gaan kijken wie heeft welke rol daarin. Wat net ook wordt gezegd, de school kan niet die hele verantwoordelijkheid op zich nemen, dus ergens moeten die andere mensen om die jongeren heen ook die rol oppakken. En het kan soms thuis zijn, het kan soms elders zijn. Maar breng het eerst in kaart en zorg ervoor dat je al die stakeholders, al die belangrijke mensen bij elkaar brengt en een gesprek met elkaar gaat voeren. Ja. Kom je nog wel eens leerlingen tegen in het maatschappelijk veld? Dag. Echt waar? Ik kom er net vandaan. Ja, een oud student van mij, niveau 2, super trots. Ik hoorde net ook al een verhaal vanuit de documentaire. Die heeft maar niveau 2 gedaan. En dat perspectief was ook dat mijn collega's ook zeiden van niveau 2 is wel voldoende, dat is jouw plafond. Ja. En deze jongen heeft ondertussen na 4 jaar tijd zijn eigen bedrijf gestart. Nou, daar ben ik super trots op. En dat zijn talenten die ik toen ook al zag. Alleen er was op school geen ruimte om die talenten te ontwikkelen. Tot er een heel mooi project kwam waarbij we vakoverstijgend en ook opleidingsoverstijgend met jongeren aan de slag gingen. En het gingen hebben over persoonlijke ontwikkeling. Okay. En daar werd wel gezien dat deze jongen veel meer talenten en veel meer in zich had dan wat er eigenlijk uitkwam binnen het lessen burgerschap, rekenen, Nederlands, et cetera. Louis, ik wil met jou praten over iets waar ook Ahmed Marcouz over schrijft. Ahmed Marcouz, de burgemeester van Arnhem, oud-politieagent, de sheriff van Slotervaart, was zijn bijnaam. Misschien kijk je mee, Ahmed, dag. En die heeft het in het boek, in de inleiding, en een aantal van jullie hebben het er ook over, die in het boek staan over de ongeschreven regels van de samenleving. Nou, dat vind ik echt, dat is bijna een literair thema. Want die ongeschreven regels, die zijn ongeschreven, want niemand ze heeft opgeschreven, maar toch weet iedereen dat er ongeschreven regels zijn. Dat is gek. Wat zijn die ongeschreven regels? Nou ja, waar we het over hebben is, op papier heeft iedereen in Nederland gelijke kansen. Dus we kunnen elkaar allemaal de hand schudden en zeggen, we zijn heel tevreden, we hebben het netjes georganiseerd. Nergens staat dat je rijk moet zijn of hoogopgeleide ouders of een bepaalde etnische achtergrond om naar het VWO te mogen of naar de universiteit. En toch lukt dat niet in gelijke mate. Er zit heel veel in, onder andere kennis van het onderwijssysteem. Dus weten hoe het werkt. Ook weten hoe je mensen die in het onderwijs werken moet aanspreken. Of misschien soms wel voor je karretje moet spannen. Onder druk zitten. Bijvoorbeeld. Ja. We zien het heel veel in, ik doe veel onderzoek naar stapelaars die in het hoger onderwijs terechtkomen. En die precies tegen dat soort dingen aanlopen. Die zegt, zijn eigenlijk heel veel codes in het hoger onderwijs waar je achter moet komen hoe het werkt. Hoe moet ik mijn docent benaderen? Wat voor houding moet ik hebben? Mag ik juist wel vragen stellen of lijk ik dan dom? Er zijn heel veel, hoe benut ik de bronnen die aanwezig zijn? Terwijl er heel veel dingen, dat herken ik zelf ook als docent in het hoger onderwijs, dat je denkt, maar dat moet je nu toch wel weten. Ja. Zonder daar ooit uit te spreken, zodat ik als docent niet zeg, ik verwacht dat jij dit en dit allemaal weet. Dus om dat soort dingen te expliciteren en ook om studenten te helpen om die kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Zeker als je weet dat je die van huis uit niet mee hebt gekregen. Ja. Want we zien gewoon dat studenten, en heb ik het even over het hoger onderwijs, die het hoger onderwijs inkomen en die de eerste in hun familie zijn, die gaan studeren in het hoger onderwijs, het veel lastiger hebben. Terwijl dat niks zegt over cognitieve capaciteiten, niks zegt over hun ambitie. Maar er zijn blijkbaar, er is een bepaalde code die je blijkbaar moet kraken. Ja. En als je die zelf automatisch kent of je juist heel erg thuis voelt in die wereld, ben je daar ook niet altijd van bewust. Ik heb een anekdote. Ik heb een paar jaar geleden werd ik benaderd door de school waar de zoon van Sita op zit. Hoe heet die school ook alweer? Pieter Nieuweland. Pieter Nieuweland, bij het Amstelstation. En ik had een het was een Facebook brief en het was een
leerling van het Nieuweland. Die zei, ja, meneer Benali, wij zitten in het eindexamenjaar VWO en we willen dat u bij ons op school komt om de docent Nederlands te verrassen. Literaire Chippendale. En toen zei ik, ja, wat bedoel je? Ik had heel veel van die brieven, maar dit was echt, deze was zo anders dan ik ooit had gekregen. En hij zei, ja, we zijn drie jongens en we hebben uw boek gelezen en we willen het helemaal afmaken dat nu na ons mondeling, dat u dan binnenkomt. Ja. En toen dacht ik, dit moet ik doen. Want dit is wat ik ook deed en niet durfde. Maar zij durven het gewoon. En toen zei ik, weet je wat jongens, normaal doe ik niks, maar dit ga ik doen. En toen kwam ik, en toen inderdaad, een lezing over Braaf van Zee, lalala. En toen ineens ging die deur open en toen kwam ik binnen en die kun je tussen Nederland. Nou, die 10 werd meteen opgeschreven, dat snap je wel. En toen zat ik die, en het was een hele leuke, toen zei ik tegen die, toen moest ik iets zeggen wat echt, toen dacht ik moet ze iets vertellen van mijn overgang van middelbare school naar hoger onderwijs. Dat is, en toen zei ik van het volgende. Jullie zijn allemaal nu nummer 1 in je familie. Want jullie hebben allemaal VWO gedaan. Dus in principe is de rest van je leven is appeltje eitje. Maar voor een aantal van jullie zal straks het eerste jaar op de universiteit verschrikkelijk zijn. Want je zal erachter komen dat je niet meer de slimste bent. En dat kan je thuis niet uitgelegd krijgen. En daar kan je op kapot gaan. Dus hij zei, hoe weet u dat? Ik zeg, dat heb ik meegemaakt. En het had niks te maken met het cognitieve, maar het heeft alles te maken met dat je die wereld gewoon niet snapt. Die wereld is niet voor jou gemaakt. Je bent een nieuwkomer. En je moet de meest gekke, een soort van bijna jezelf opnieuw uitvinden om weer jezelf te worden. En ik zei, dat gaat voor jullie, een aantal van jullie, heel moeilijk worden. Dus toen zei ik tegen ze, het beste wat jullie nu deze zomer kunnen doen, als dit verhaal aanslaat, is dat je even iets minder vakantie neemt, maar iets meer boeken leest. En iets meer probeert na te denken over hoe ga ik dat jaar doen. Want als je eenmaal het eerste jaar goed doorkomt, dan zit je goed. Nou, dat wilde ik even met je delen. Maar het ging ook heel over ongeschreven regels. Dat ik gewoon niet wist. En het zat om kleine dingetjes. Ja. Hele kleine dingetjes. Ja, wij noemen ze ook pionierstudenten tegenwoordig. Ja. Ze pionieren eigenlijk in hun omgeving. Ja. En bijvoorbeeld hier op de Hogeschool van Amsterdam hebben we nu ook een zomerbrugprogramma voor deze studenten ontwikkeld. Kijk. Dus eigenlijk als een soort extra introductie om te zeggen, we weten dat het gewoon lastiger kan zijn om je weg te vinden. Ja. En dat je dan ook denkt, ik ben de enige die het hier niet snapt. Ja. En iedereen snapt het wel. Ja. En dan ga je ook aan jezelf twijfelen, terwijl het dus eigenlijk niks zegt over je capaciteiten. Ja. Ja, nou, wat ik in jouw verhaal ook herken, en dat is iets wat ik nu ook zie. Ik heb dezelfde weg ook afgelegd en weet ook hoe lastig het is om die overstap te maken naar die nieuwe wereld, waar codes en nieuwe regels gelden. En een van de dingen die denk ik heel belangrijk is, ook in onze missie, als het gaat over die gelijke kansen creëren, is dat de jongeren waarmee we werken, ik werk zowel binnen als buitenschool met de jongeren, dat er ook positieve rolmodellen zijn. Ja. Dat er mensen zijn die ze kunnen vertellen en kunnen introduceren en kunnen ze voorbereiden op die wereld. Want ik heb het nooit gehad, maar ik kan ze nu wel vertellen hoe ik het heb gedaan. Ja. Dus als het gaat over welke elementen zouden ons kunnen helpen om ervoor te zorgen dat die kansen vergroot worden, dan zijn het vooral positieve rolmodellen. Zorg ervoor dat die jongeren in verbinding komen met die mensen die ze die boodschap kunnen brengen. Die op een informele manier ze kunnen informeren en dingen kunnen leren die je niet op school leert. En wat vertel je die jongens? Nou, wat ik ze vooral vertel, hoe lastig het is. Ja. En dat er inderdaad, dat er in die nieuwe wereld, in die andere wereld, ook andere regels en wetten gelden. Je vertelt ze eigenlijk het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal, maar ook hoe ik zelf geworsteld heb. En hoe lastig het vond om inderdaad als Marokkaanse jongen met een kleurtje in een klas met alleen maar witte Nederlandse kinderen te zitten. En dat het ook lastig is om in die wereld te ontdekken hoe je daar moet bewegen. Ja. En dat tegelijk ook super leerzaam is op het moment dat je lukt. Ja. Maar ze daarop voorbereiden is super belangrijk. Ja. Want op het moment dat je niet op voorbereid wordt, is het gewoon één grote verrassing. Ik heb soms echt met die jongens te doen. Ja. Ik denk, je bent eigenlijk in de kracht van je leven. Ja. En je wilt niet dat iemand verpietert. Nee, de uitval is ook enorm groot. Met name in dat eerste jaar. Ik ben nu als trainer ook betrokken bij de Hogeschool van Amsterdam. Waar ze nu een programma hebben, de eerste 100 dagen. En ze hebben juist gevraagd van we zien gewoon dat die type student, met name die mbo, die de overstap naar het hbo wil maken, uitvallen. Ja. Help ons alsjeblieft. Nou, en het programma wat we aanbieden gaat niet over inhoudelijk kennis zoals we het kennen binnen het onderwijs, maar met name ook over leiderschap. Hoe ga je persoonlijk leiderschap een plek geven binnen het onderwijs om ervoor te zorgen dat je een stevig fundament creëert? Ja. Nou, en dat geeft de docenten wel weer handvat om te zeggen, we gaan op een andere manier met de studenten in gesprek. En moet jij die docenten, want op die HVA's, het wetenschappelijk onderwijs nog meer, is natuurlijk het korps docenten is overwegend, is niet divers. Laat ik het even politiek correct zeggen.
je moet soms ook gewoon de docenten opvoeden. Of bijscholen, of ze meenemen in het ik verhaal. Denk gewoon meer tools ze meenemen mee in het verhaal van er komen straks leerlingen binnen. Ja. Voor wie jij misschien de eerste, die dat bent. Ja. Voor een deel wel, maar voor een deel is het ook gewoon zorgen voor dat ze voldoende munitie hebben. Dat ze voldoende tools hebben om ermee aan de slag te gaan. Want ja, het vraagstuk kennen we ondertussen allemaal. En op het moment dat je lang genoeg in de Amsterdamse wereld in het onderwijs rondloopt, dan weet je dat dit soort vraagstukken er liggen. Alleen de vraag is inderdaad vaak, hoe gaan we ermee om? Ja. En soms is het ook een blinde vlek. Soms ben je zo'n vakidioot dat je met je vak bezig bent en helemaal vergeet. Het gaat ook om die relatie. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat je die relatie met die studenten en met die leerlingen aangaat op een duurzame manier? Ja. Want dat is uiteindelijk wat er overblijft. Ja. Ja. Nou, ik herken dat heel erg. En het is ook steeds de vraag, hoe blijf je het individu zien? Want je ziet dat wij ook heel erg in die labeltjes blijven denken in het onderwijs. Een mbo-student die op het hbo instroomde vertelde van ja, dat hem gewoon letterlijk werd gezegd, oh, kom je van het mbo? Nou, dan wordt het wel heel erg lastig voor je. En dan zul je een uitzondering zijn als je het gaat redden. En hij was een van die uitzonderingen. Ik heb zelf een meisje uit het mbo gecoacht, mbo 2, maar die kwam uit het praktijkonderwijs. Ze deed het hartstikke goed en haar mentor zei toch, ja, maar ja, ze komt wel uit het praktijkonderwijs. Oh, ja. Dus ze blijven ook heel erg in dat labeltje zitten, waardoor dat stapelen dus ook zo lastig kan worden. En dat vind ik zo krachtig in de documentaire, dat het juist gaat over, blijf elke dag opnieuw weer het individu zien en de kansen die er zijn, in plaats van steeds kijken, waar kwam iemand oorspronkelijk vandaan? Ja. Nou, dan zal het misschien wel lastig voor je worden. En ik vind van die programma's als het Zomerbrugprogramma en de eerste 100 dagen die jij noemt, ook dat we daarmee laten zien, we zien ook dat het voor aan het onderwijs zelf ook is om die leerlingen te zien of om die studenten te zien en ze te helpen. En niet automatisch te denken, dit is het programma en red je het niet. Ja, dan was je blijkbaar niet slim genoeg of niet gemotiveerd genoeg. Dat zomerprogramma, hoe komt een student in dat zomerprogramma? Want er zijn ook heel veel aankomende HVA-studenten die misschien in dat zomerprogramma moeten, maar het van zichzelf niet weten. Nee, nou, het wordt via bij de aanmelding nu bekendgemaakt. We hebben niet afgelopen zomer, de zomer daarvoor zijn we gestart met een pilot. En dit jaar was het natuurlijk met corona ontzettend lastig, maar is het wel toch doorgegaan, maar wel met een klein groepje. En het idee is natuurlijk uiteindelijk dat je het liefst wil dat het geïntegreerd is in de introductie van elke opleiding. Heb je al kwantitatieve cijfers over die groep? Zijn ze ja, al? We hebben het eerste, nou ja, nog niet. Want jij onderzoekt alles. Dus ik onderzoek alles in de hele wereld. Ja, we volgen ze natuurlijk wel. We hebben ze vooral ook gevraagd van wat heb je hier aan gehad? Ja. En wat jij net zei van ik heb echt met die jongens te doen. Wat ik vooral zie, wat zij ook aangeven, is dat het zo ontzettend fijn is om te begrijpen dat je niet de enige bent. Blijkbaar als je in een nieuwe omgeving bent, heb je het gevoel iedereen weet hier hoe het werkt. Ja. Ik als enige niet. En als er dan docenten zijn die dus zelf inmiddels ook lesgeven, maar zeggen ik was net zo zenuwachtig en ik maakte dezelfde fouten. We hadden iemand uit Volendam die vertelt, ik ben helemaal de eerste in mijn omgeving. Ik was zelfs nog nooit in Amsterdam in de stad geweest. Ja. Nou, dat gaf echt enorme opluchting. Dus alleen al dat. En vervolgens hebben we ook gewoon dat ze elkaar blijven zien en appen in van die kleine groepjes van studenten en ouderejaarsstudenten die ze coachen. Laagdrempelig vragen blijven stellen. Je zegt iets heel moois. Je noemt eigenlijk het netwerk is heel belangrijk. Ja. Ik was toen ik in Leiden studeerde, iedereen zat bij een clubje en zo. En ik begreep, ik heb het allemaal niet gedaan, want wie wil mij naar bij een club. Maar het netwerk is belangrijk? Superbelangrijk. Oh ja? Essentieel. Het opent deuren. En je komt via je netwerk uiteindelijk weer op plekken waar je normaal gesproken niet zou komen. Dus als het een van de dingen is die ik in ieder geval ook mijn jongeren waar ik mijn werk, zowel binnen als buitenschool mijn werk, probeer mee te geven, is zorg ervoor dat je dat netwerk goed gebruikt. Hè? Dat op het moment dat iemand voor jou een deur opent, Het kan het verschil maken tussen, ga ik deze studiekeuze doen? Kan ik aan een stageplek komen? Ja. Ik ben nu klaar met mijn opleiding, kan ik aan een baan komen? Ook weer laatst een oud-student weer geholpen aan een baan, omdat hij op zoek was en ik kon toevallig hem weer verbinden met de opdrachtgever. Dus zoals je ziet, dat een netwerk superbelangrijk is, vooral voor jongere mensen die dat niet vanzelfsprekend meekrijgen. Die hebben er wel een netwerk, maar niet een netwerk wat deur kan openen naar plekken waar ze normaal gesproken niet zouden komen. Ja. We moeten gaan afsluiten en ik wil nog over één thema hebben, ook uit het interview, wat gaat over die verwachtingencultuur. En je zegt in het verhaal, in je interview iets heel moois. Je kunt het ook allemaal terugzien op urbanonderwijs.nl. Alle filmpjes waar ik uit citeer. Dat doet u zo meteen als het afgelopen is. Dat is dat je verwachtingen hebben van leerlingen is goed. Maar ook met mogelijke zwakke leerlingen moet je niet stoppen met verwachtingen hebben. Want als je op een gegeven moment geen verwachtingen meer hebt en een kind minder aandacht geeft omdat je denkt, het wordt toch niks.
dan wordt het ook een vicieuze cirkel. Ja. Dat is een heel bekend mechanisme in het onderwijs. En dat is ook wel een belangrijke valkuil die denk ik elke docent herkent. Want we hebben het steeds over gelijke kansen, maar we hebben het ook heet het over ongelijke behandeling. Ja. Juist, hè, in de klas probeer je maatwerk te geven. Elk kind op zijn eigen niveau of zijn eigen mogelijkheden de begeleiding te bieden die je denkt dat hij nodig heeft. Het risico zit je juist uit een soort overbescherming. Soms denk ik, ik ga maar niet te veel vragen. Ja. Of hij heeft het al zo lastig. Of hij zit in een lastige thuissituatie. Dat is allemaal waar. Hè? Iedereen heeft zijn eigen struggles, zoals het ook in de documentaire wordt gezegd. Maar het risico is dat je iemand daardoor ook niet de kans geeft om die lage verwachtingen te ontstijgen. En wat we eigenlijk in het Nederlandse onderwijs hebben, doordat we zo'n gedifferentieerd stelsel hebben, dus al die verschillende niveaus en heel vroeg gaan scheiden, is dat we leerlingen heel verschillende leerkansen geven. Dus als je eenmaal hebt bedacht, dit is ongeveer wat erin zit, dan ga je ook dat aanbod geven. En dan wordt het ook heel lastig om dat te ontstijgen. Dus de vraag is, kunnen we niet veel meer telkens die hoge verwachtingen houden? Elke dag eigenlijk, dat haal ik ook heel erg uit deze middag, hoe het wordt gepresenteerd. Elke dag weer opnieuw denken, kunnen we jou een stapje verder helpen? En wat we ook in ons Nederlandse onderwijsstelsel heel erg hebben ingericht, is dat bij twijfel de deur gesloten blijft. Dat heeft ook met hoe we naar rendementen kijken in het voortgezet onderwijs. Dus blijft iemand wel op het niveau waarop hij is ingestroomd. Want als hij afstroomt, dan heeft de school het niet goed gedaan. Nou, als een school op die manier wordt afgerekend of beoordeeld, denk je ook als school bij twijfel, dan ga je toch maar niet hier je onderwijs volgen. Ja. Dus we zijn eigenlijk heel weinig bezig met kansen bieden op stelselniveau. Ik zie hier in de documentaire docenten die fantastisch werken aan kansen bieden. Maar ik vind dus, het moet niet alleen op het bordje van docenten liggen, maar ook in hoe we ons hele onderwijssysteem hebben ingericht. Ja. Ik kijk even naar een van de schrijvers van dit boek, Menno Visser van Studio Noodzaak. Die, je ziet hem daar zo zitten in zijn prachtige pak, maar die had het bijna niet gered. Hè? Want op de middelbare school ging niet zo heel lekker. Maar toen zei de docent aardrijkskunde, zei toen van, ja, maar deze jongen doet het gewoon hartstikke goed. Die moet een kans krijgen. En die heeft hij toen met beide handen gegrepen. En nu zit hij hier. Het is toch wel heel mooi. Mohamed, dat is wel iets, hè? Over die kant, dat je die verwachtingen, dat je het ziet bij iemand en dat je hem durft. Ja, en tegelijkertijd hoeft de universiteit niet altijd het eindstation te zijn. Dus en verwachtingen hebben, maar in die zin ook gewoon kijken, waar is iemand gelukkig mee? Wat betekent persoonlijk succes voor iemand? En dat is niet altijd een universiteit diploma. Sterker nog, soms dan niet eens een diploma van school, maar soms zijn het andere wegen die leiden naar Rome. Maar daar moet je wel op onderzoek uitgaan, het gesprek over aangaan en je netwerk voor inzetten. Ja. En ervoor zorgen dat je oprecht ook gaat luisteren naar de ander. En inderdaad naar boven haalt, wat kunnen we hiermee? En waar zit de potentie? Want ik geloof in ieder geval in, en ik denk met alle mensen die hier ook in de zaal zitten en iedereen die hierbij betrokken is geweest, dat elke jongere heeft potentie. Ja. Als ik alleen kijk naar Amsterdam, wat er onder jongere mensen aan ondernemingszin zit. Ja. Wat die allemaal doen met de sociale media. Vanuit huis uit iets beginnen, maken. Dat gebeurt allemaal naast het onderwijs, naast een baan. Het is echt prachtig. Ja, en daar heb je dus ook soms talenten voor nodig die je niet op school meekrijgt. Ja. Dus daar moet een andere plek voor gecreëerd worden. Of dan moet er binnen school meer ruimte voor komen om dat soort dingen wel te leren. Ja. Zodat we ook die kids gelijk kans kunnen bieden. Ja, Mohamed, blijf doen wat je doet. Echt 100%, geweldig. Dankjewel. Louise, ik hoop je nog een keer te kunnen spreken over dit thema. Als we weer wat verder zijn. Want ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen in het onderwijsveld. Hartstikke interessant met en boeiend. Plezier. Dus fijn dat jullie je inzichten en ervaringen hebben willen delen. Dat zeg ik aan iedereen die hieraan heeft meegedaan. Alle docenten, de hoofdrolspelers in de documentaire. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering. Onze vrienden van de techniek natuurlijk. Ik wil een hartelijk applaus voor Julia van Grevenitz voor de documentaire die ze heeft gemaakt. Dat is echt fantastisch gedaan. Dus geeft u haar een hartelijk applaus. De documentaire die vandaag nog terug te zien is op de link urbanonderwijs.nl. En het boek is te koop. Je kunt het gewoon bestellen via de websites van Studio Noodzaak boek, en urbanonderwijs.nl. Volgende week 13 november ben ik in Rotterdam. In Rotterdam. En dan gaan we verder praten met elkaar over met nieuwe gasten en nieuwe thema's over het kolkende onderwijs. Deel het in uw netwerk. Gebruik de hashtag UrbanOnderwijs om de dialoog schwung te geven. En subscribe, meld u aan bij het YouTube-kanaal van Studio Noodzaak. En ik zeg tot volgende week. Tot ziens. Dank u wel. Come on.